En zo bent u weer verbonden
met Betty Asfalt Troost TV. Een goedemiddag of goedenavond, het hangt er vanaf waar u kijkt, want mensen kijken over de hele wereld, dat is ook het leuke van dit televisieprogramma. En bij sommige mensen is het nu ochtend of nacht. En sommige mensen kijken ook later. Dat is ook een bekend verschijnsel bij Betty Asfalt Troost TV. Dat mensen kijken wanneer ze zin hebben. Dat is ook het nieuwe van deze vorm van televisie maken. Dat je kan kijken wanneer je wil. Maar ook dat wij geen format hebben. Dus het ene gesprek kan 5 minuten duren, het andere een kwartier. We hebben geen oortje met een regisseur die zegt afronden. Het is wel grappig als je nu de televisie kijkt op 1 of wat voor programma dan ook, of Jinek. Dat je dan denkt, wat ouderwets eigenlijk, dat een gesprek afgerond moet zijn. Maar altijd als iemand iets interessants wil gaan zeggen, wordt hij opeens onderbroken en dan gaan ze een filmpje starten. Ja. Een paar dagen geleden, ook bij Maarten van Rossum. Ik dacht, nou, dan gaan die even losgaan. Nee hoor, weer een filmpje in. Daarna het gesprek krijgt een hele andere wending. Continu dat onderbreken, nooit kan eens iemand uitpraten. Nee, en ook juist als iemand een essentiële vraag stelt, even de presentator stelt een essentiële vraag, dan krijgt de ander niet de gelegenheid om te antwoorden, want dan horen ze door het oortje, filmpje, ja. Waardoor het antwoord eigenlijk helemaal in het water valt. Mij moeten ze oortjes verbieden. Nou. Nee. En veel shows. Een mooi voorbeeld vorige week bij Connie Palme. Dat was een heel mooi gesprek. Rustig de tijd werd er genomen. Echt als een gesprek. Dus eigenlijk vind ik interviewen mogen ze ook wel een gesprek gaan noemen. Want dan gaan mensen het anders interpreteren. Ja. Ja, dat is waar. En nu denken ze steeds van, het moet allemaal snel. Er moet sensatie uit. Mensen moeten tegen elkaar opgezet worden. Hoe had je voor mij nog een omroep? Of er was een poging om een omroep op te zetten. Ja, van Frits Barend. Het gesprek. Ja. Dat is misschien Frits Barend en Dirk Sauer, die we ook wel eens in de uitzending hebben gehad. Ja, dat is jammer genoeg. Nou, ze zijn dan te ambitieus. Ze willen niet simpel beginnen, maar ze moeten dan gelijk heel groot en met hele dure redactie, met dure techniek, terwijl het heel simpel kan. Zeker nu. Ja, zoals wij. Wij doen alles voor niks. Daar via Petje Af, daar steunen de mensen ons wel. Ja. Maar verder krijgen we helemaal geen inkomsten, maar we maken ook weinig kosten. Tenminste, ja, je maakt wel kosten. Ja. Maar we beginnen dus heel laagdrempelig. En dat werkt. Ik wil nog even in het kader van de loftuiting een kaart van Tanja de Blijker. Dat is een heel leuk kaart. Beste Paul, Damien en Mark. Ik wil jullie allemaal feliciteren met de 100ste uitzending. Dat was afgelopen zondag. Ja. Ik ben er zo van onder de indruk wat jullie de afgelopen tijd voor elkaar hebben gekregen. Nou. Telkens kijk ik uit naar jullie uitzendingen. Warme, actuele, oprechte, humoristische en troostrijke televisie in deze moeilijke tijd. In een fijn, relaxed tempo zoeven we de hele wereld over. We horen hoe COVID het daar huishoudt en hoe het leven daar is verlopen of verloopt. Tussendoor geven jullie nog fijne tips over leffen, alcoholvrij, snijdersausjes. En dankzij jullie heb ik ook Picard bij de Albert Heijn ontdekt. Maar laat ik vooral niet jullie goede observaties juist en genuanceerde en kritische opmerkingen over het overheidsbeleid niet vergeten. Ja. Nou, hoef je hem niet helemaal voor te lezen. Ik ben bijna klaar nu. Ze zijn namelijk bijna altijd uit het hart gegrepen. Heel hartelijk dank. Als COVID weg is, zal ik deze periode blijven associëren met Radio Oranje en Betty Asfalt. Hartelijk goed. Ja, dat is heel leuk. Heel aardig. Mensen komen ontzettend veel reacties binnen. Ja. Mensen die, en net ook over de hele wereld, mensen die zich verbonden voelen en die gesteund worden. Nou, het mag zijn ook wel gezegd worden. Radio Nederland Wereldomroep zijn we geworden. Ja, maar dan oprecht. En op televisie. Ja, we gaan de kranten zo doornemen. Straks een gesprek met Sonja Barend. Daar verheug ik me heel erg op. Nou, en van haar nieuwe boek, De Appel in het Paradijs. Ja, een prachtig boek. We wachten op de post, maar de post die komt maar niet. Ze zou het boek opsturen, want de winkels zijn dicht. We konden het ook niet kopen. Al een tijd geleden zou ze het boek opsturen, maar het is ergens bij Wie de post. Wie zijn ze? De post en de uitgever. Heel goed, hele goede vraag. Zie je, dat zijn, zo kom je. Zo blijf je scherp. Ja, en wat ik ook ontzettend leuk vond, het boek Doorlopen van Jan van Loenen. Jan van Loenen, die heeft lang bij de VARA gewerkt en die heeft pas afscheid genomen van Nieuwsuur. In 76 is hij begonnen, toen ik met Margreet Dolman begon. Toen begon jij met Sesamstraat, met Margreet Dolman
En wij kennen elkaar inmiddels al 4 jaar bijna. Ja, nou, zie je, wat leuk. Wij zijn ook het enige echtpaar in de hele wereld die samen mag presenteren, samen met Mark. En die in 76 is begonnen met zijn verslaggeving. Maar wat het leuke is, en daarom is het echt wel ook heel van groot belang voor mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in journalistiek. Hij doet overal een QR-code bij. Dus voor het eerst op pad de brand, gevaar in Venlo's woonwagenkamp. En dan doet hij een QR-code bij. En als je dat dus met je telefoon aanklikt, dan zie je dus de reportage die hij toen gemaakt heeft. Uit 76? Ja. Dus dat is ontzettend leuk. De rest is, kom je in het archief van beeld en geluid. Ik zal het even tonen ook. Dat is misschien ook wel leuk. Want dan moet je, dan ga je naar de camera. Dan doe je hier. Moet ik het met de vinger Oh, dan ga je zo. Oh ja, zo kan ik het doen. Hè. Scannen? Zo. Met de camera gewoon, ja. Ja, en dan zegt hij open met YouTube. Zo, en dan doe je gewoon zo openen met YouTube. Kijk, en dan krijg je 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat ding is. En dan begint het, snap je? Ik heb nou het geluid uit. Maar zo kan je dus het hele boek. Elk verhaal heeft dus een QR-code. Ja, zo kan je het helemaal. Zo kan je het hele boek. En het loopt dus tot het slot eigenlijk ook nog. Het eindigt dan in Verkiezingen Geen Stijl. Dat is dan. Welk jaar is dat dan? 2019 zie ik. Oh, 2019 ook. Maar super interactief. 2018, 2019. Ja, fantastisch. Dus dat is echt wel leuk. Hij heeft het zelf uitgegeven ook, maar je kunt het overal kopen bij elke boekwinkel, doorlopen. Er valt hier niets te zien. En je kan ook de boeken online bestellen bij boekwinkels. Je hoeft niet per se naar bol.com te gaan of naar Amazon. Nee. Ga gewoon naar de boekwinkel en bestel ja, daar je boek online. Dan steun je de kleine boekwinkel. Ja, dit boek bij Amazon besteld. Nee, bij bol.com. Bij bol.com. Nou, het hoeft ook niet bij bol.com. Ook bij de boekhandel. Maar het stomme was hiervan dat het in een. Dit is een boek, is normaal een brievenbuspakketje. Ik ga zo de brievenbus. Nee. Ja. Wat door bol.com, die doet in een hele grote doos, zodat het dus niet meer in de brievenbus komt. Moet je naar het postkantoor, daar stonden de afgelopen dagen gigantische rijen. Ja. En moet je daar onnodig, dat gewoon door de brievenbus had gekund. Je moet buiten staan dan bij het postkantoor, het hier op het postkantoor. Coolblue die doet dat heel goed. Die heeft een doos en die heeft iets van 8 formaten, dat zie je ook met allemaal lijnen. En dan zie je per lijn dat die steeds een strookje breder wordt. En dan kunnen ze me zo vouwen dat het altijd past om het product. Dat zijn heel ruimte voor de ruimte te besparen in busjes. Ja, het was mensen op doos waarin we onze LP's verpakken als mensen de LP's bestellen. Ja, want die zijn ook te koop. En de mondkapjes. De kranten, maar ik ga zo Sonja bellen ook hoor. Dan komt de kranten. Verder met de kranten. Ja, zullen we dat straks. Eerst even begin. Even een. Er is toch bijna niks gebeurd de laatste dagen. Trouw, nee. Nou, wat er allemaal in Amerika. Ik las net het laatste nieuws overigens. Oh. Ah, 2 dingen. Matthijs van Nieuwkerken heeft corona. De uitzending gaat niet door aanstaande zaterdag. Oh. Maar het is niet ernstig. Hij is met ziekte, met lichte verschijnselen is hij thuis. Ach. En wat ook. Hij is 60. Ja, maar goed. Wel risicogroep. En in Londen is een noodtoestand uitgeroepen. Want de plaatselijke, de lokale GGD's en ziekenhuizen kunnen de toestroom niet meer aan. De ambulance die normaal geloof ik 6.000... gevallen per dag hebben nu 9.000 gevallen per dag. En dat kunnen ze niet meer aan. Oh, nou, wat een. Maar dus de uitzending van Matthijs, de eerste uitzending zou aanstaande zaterdag zijn. Ja, de tweede dan. De tweede, met oudjaarsavond was er iets, hè? Ja. En nu, die gaat niet door. Nee, goh. Oh, nou, ik dacht dat je het al wist. Nee, maar heel veel mensen thuis wisten het ook niet. Ik denk dat Sonja het ook niet wist. Daarvoor kijk je ook naar Betty Asfaltoos TV voor het laatste nieuws. Nou, we hebben natuurlijk afgelopen dagen ook gehad. De alle kanten staan er nog soms vol van. Ja. Volgens mij ook 20 pagina's ongeveer. Gewijd aan de stormloop op het Capitool. Het leek een beetje aan de bestorming, op de bestorming van de Bastille. Deed het een beetje aan denken. Ja. Maar dat had een positieve achtergrond. Dat was het einde aan het feodalisme. Feodalisme. En nu was het gewoon natuurlijk Gertijsen, wat opgehitst door Trump het Capitool bestormde. En Trump die ook bewust
zorgde dat de Nationale Garde niet actief zou zijn. Ja. Zodat het meer effect zou hebben dat ze echt de mogelijkheid hadden om binnen te dringen. En de bewaking de laatste tijd afgeschaald. Toen Black Lives Matter demonstreerde van de zomer, er was een gigantische politiemacht op de been. Ja. En nu was er nauwelijks iemand. En ze werden ook gewoon min of meer doorgelaten. Ook misschien was het aanvankelijk ook tactiek. Ze dacht, nou het valt er mee. Maar het viel dus niet mee. Nee. En nu heeft Trump wel officieel zijn verlies erkend, maar wel heel erg gedwongen. Je zag hem heel krampachtig autocue lezen, dat hij dus nu wel echt verloren had en dat hij het heel soepel zou overdragen allemaal. Maar je voelde gewoon dat er ook met geweren op hem gericht werden als hij iets fout zou zeggen. Nee, want als hij het niet gedaan had, als hij deze toespraak niet had gehouden, dan had Pence met de meerderheid van de ministers was wellicht artikel 25, het amendement 25 ingeroepen. Ja. Om hem eigenlijk te neutraliseren. Dan, hij werd niet afgezet, maar dan wordt gewoon de tentakel overgenomen door de vicepresident. Ja. En dat had dan, daar had hij weer tegen bezwaar tegen aan kunnen tekenen. Maar die procedure duurde een aantal weken. Tegen die tijd was dat 20 januari geworden. En was hij ook weg. Nou, wat ook nog had gekund is dat ze een artificial intelligent filmpje gemaakt hadden. Dat ze zijn hoofd erop geplakt hadden. Dacht ik ook nog even. Ik had dat filmpje, ik heb hier ook al voor staan. Maar ja, dit, zo moet je nu niet gaan denken. Want dat kan nee, alles wel erg. Maar dan denk je, dan, waar ja, hij altijd... Hij had het altijd over fake berichten. Ja. Nou, zou je daar zelf opeens slachtoffer van worden? Dat zou ja, erg zijn. Te zien. Jij kan het wel even instarten. Deepfake heet dat? Deepfake, ja. 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 Oh, moet hij wel aan. Hup, ga. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. Ja, hij kijkt heel raar. Hij kijkt heel gespannen. En nou, heel hij is uitermate rustig. Hij heeft niet die geëikte Trump-wendingen. Nee. Van die rare tussenzinnetjes achter een, als hij zegt... hij heeft altijd van die merkwaardige... Nou, en hij... A big success, very big. Dat soort dingen heeft hij altijd. Ja, die herhalingen. Ja. Maar moet je het nu echt autocue leest. En hij dus teleurgesteld is dat er geen dat die staatsgreep van hem mislukt is, eigenlijk. Ja. Daar komt eigenlijk op neer. Hij had er toch meer van verwacht. Het was wel spannende televisie. Terwijl het aanvankelijk ook niet zo... Eerst dacht je, ja, nog wat een demonstratie. Maar je bent CNN gewend. Dus dan zijn ze weer daar en dan zijn ze weer daar. En je denkt, ja, je volgt het gewoon, dan gaan ze naar binnen. Maar we dachten nee, niet we van... Nee, we hebben een laconiek eronder. Het werd verschrikkelijk. Hoewel ik wel heel lang gekeken heb. Ik heb het s'nachts 4 uur gekeken. Ja, ik niet meer. Ga naar Sonja Barend bellen. Even kijken. Gaan we daar straks verder met de kranten. Zo, groen, yes. Zo... Dan deze weg doen. Ja. En dan straks appeltje R als ze oppakt. Precies. Ja. 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 Je zit rechtstreeks in de uitzending, Sonja. Oh. Ja. Dan zet ik mijn bril voor af. Ja, wat leuk. Zo. En kan je hem omdraaien? Oh ja, toestel? Zo, hè? Dan hebben we gewoon breed beeld. Ja. Wist jij het van Matthijs? Wist ik van wat? Van Matthijs van Nieuwkerk, dat hij corona heeft. Nee. Oh, dat zegt Dammy net. Dat was op het journaal? Dat was op het journaal. Oh. Maar niet ernstig, hoor. Hij is met verschijnsel opgenomen. Wat vreselijk. Ja, maar Dammy zegt het is niet ernstig, zeiden ze ook in het journaal. Oh. Hij is niet opgenomen. Maar de uitzending gaat niet door. Nee, maar de uitzending gaat in elk geval niet door. Oké, dan is het goed. Hij is ook niet meer zo piep, natuurlijk. Nee, en zou jij hem nu willen vervangen, zaterdag? Nee, ben je helemaal gek. voor geen bedrag, weet je dat? Oh, nee. Nee, daar zou ik ontzettend tegenop zien. Dat zit niet helemaal niet meer in mijn systeem. En als we het samen zouden doen, dan... Dat zou ik misschien nog wel moeilijker vinden, Paul. Ja. Ja, ik heb het nog nooit een programma gemaakt samen met iemand. Toch met Paul Witteman, toch? Nee, dat was Om Beurten ook, hè? Ja, maar dat was Om Beurten. Dat was niet samen in één programma. Nee, dat is waar. Ja, ik heb wel ervaring met samen. Ja. Met Hanneke Groenteman. Ja.
Dat... Nee, maar nee, dat is een ontzettend groot programma, zo nu maar ineens maken. Nee, maar er is me wel in de afgelopen jaren wel eens gevraagd of ik niet nog één programma wilde maken. Ja, oh, dan loopt die vast. Zo gebeuren dat programma dan niet zo goed is. Dan heb je helemaal geen kans meer om het over te doen. En dan, ik zie mensen dan denken, eerst denken ze, oh wat leuk, onze oude son nog een keertje. Ja. Afloop, ja, valt toch een beetje tegen. Dus dat moet je nooit doen, Paul. Weg is weg. Ja, tenzij, zoals wij hebben nu al 100 uitzendingen op YouTube gemaakt. En jij bent nu bevroren. Ik zie jou alleen maar bevroren. 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 Ja, ja ook. We hebben geen goede verbinding, hè? Nu beweeg je weer. Ja. Ja. Nee, maar ben jij weer bevroren. Dus het is... Ik weet niet. Ja. Even kijken, wat zouden we kunnen doen? Want je hebt wel goede wifi thuis. Wat zei je nu? Heb je goede wifi thuis? Ja, hele goede wifi. Er mankeert nooit iets aan. Kijk, en ik heb zelfs voor de zekerheid de telefoon aan een draad gelegd. Opdat hij niet ineens bijvoorbeeld leeg is. Oh ja. Nou ja, nu doet hij het weer, Paul. Ja, maar ik wil het in ieder geval hebben over je boek. Dat het zo ontzettend mooi boek is. Maar de post heeft hem nog niet gebracht. Ik heb hem via de PDF gelezen, je boek. Maar jij hebt het wel in beeld. Wat? Heb je het boek bij de hand? Ja, wacht even. Ja, hier. Deze. Ja, de appel. Ja, een mooie foto ook. Er stond ook een hele mooie foto van jou in Trouw, vond ik. Oh. Ja, dat was maar de titel van het boek. Laten we even de titel zien. Er is een fotograaf als deze foto. Voor de corona kun je zien aan de kleur van haar. Oh, ja. Goh. Ja, kapper dicht. Ja, dus, oh, spirit. Ja, want wie had nou... Brigitte Kaandorp. Die had mannenverf gebruikt in haar haar. Nou zit jij weer vast. Ja. Ja, het is een beetje een moeilijke verbinding. Ja, nu is hij weer terug. Maar anders... Maar ik wilde in ieder geval... kan je me horen nu? Wel. En nu hoor ik je weer en ik zie je ook weer. Oh ja. Want het is, ik ga het even over het boek hebben, het is een prachtig boek. En eigenlijk zou ik willen dat je meteen een nieuwe aflevering maakt. Nu zie ik, ja, het is wel leuke televisie op zich. Want nu zie ik je vinger, denk ik. Je hand. Ja, je hand. En nou weer... In beeld. Paul, dit gaat niet lukken. Dat was een heel stuk weggevallen in onze conversatie nu. Nu zie ik je weer even, maar het voorafgaande heb ik je niet gezien. Nee, maar we komen erop terug. Zullen we erop terugkomen, Sonja? Dan gaan we het eerder langer testen van tevoren. Ja, ja. Dat is het beste. Dit wordt niks, het wordt een ramp. Maar dan kunnen de mensen wel al het boek kopen en dan gaan we het daarna over hebben... Dan weten ze waar we het over hebben. Tot de volgende keer. Laten we volgende keer. Ja. Ja, ik had me er wel op verheugd. Ja, ik ook. Paul. Ik ook. En nu gaat het weer goed. Maar hoe lang nog? Hè? Maar we doen het opnieuw. Ja, we doen het opnieuw. Dag lieve Sonja. Dag. Dag. Dag schat. Nou, ja, het is wel jammer. Maar goed. Het grappige is... De eerste keer de verbinding eigenlijk zo slecht is. En je weet niet precies waar het dan ligt. Of het zal niet hier liggen, denken wij dan. Maar al hier die afleveringen. Ja, nou, het is inderdaad, alle 100 afleveringen is er eigenlijk nooit... Dat we vanwege een slechte verbinding, naar heel het begin... Want we hadden hier een slechte internetverbinding, maar dat is allemaal opgelost. Maar dan wil ik wel even... Nou, het boek, daar komen we dus uitvoerig op terug, op het boek. En het heet dus de Appel in het Paradijs. De Appel in het Paradijs. Maar wat ik dan wel wil laten zien, is een fragment... Van 43 jaar geleden. 43 jaar geleden. Uit 1977?
78. Ik belde toen Sonja begon met Sonja's Goed Nieuws Show. Toen belde ik als Margriet Dolman naar de uitzending. Ik had zelf voorgesteld, Giet Jaspers, die in de redactie zat van het programma Sonja's Goed Nieuws Show, dat Sonja haar moeder zou bellen aan het eind, of dat de moeder Sonja zou bellen aan het eind van die televisieuitzending. Dat was haar grote doorbraak bij de VARA en überhaupt bij de televisie, de Goed Nieuws Show. Maar dat wilde ze niet. En toen stelde ze zelf voor dat ik het als Margriet Dolman zou doen. Ik deed al 2 jaar Margriet Dolman bij Radio Amsterdam. Dat werkt. Niemand wist wie die vrouw was die elke keer weer aan het eind van Sonja's Goed Nieuws Show belde. En laat nou een fragment zien uit die tijd. Ja. Slecht nieuws heb ik nog voor u. Dit is het einde van de 10e aflevering, maar ik heb ook weer goed nieuws zoals altijd. Er komen er nog 5. Tot ziens, tot volgende week vrijdag. Hallo? Ja, met de Goed Nieuws Show? Ja, ik heb een Margriet Dolman. Oh, mijn god. Ja. Ja, was zo een leuk programma. Ik vond die vrouwen die ook die beroepen uitoefenden, die mannen anders uitoefenen, vond ik zo leuk. Omdat ik zelf vroeger in de haven gewerkt heb. Oh ja? Ja, moesten we altijd schouwen. Ja? Ja, het was zo leuk. En Aad van Heuvel en Martine Pijl vond ik ook zo leuk. Ik heb trouwens ook zo goed gegeten vanavond, zeg. Ja. Oh, verschrikkelijk goed. Ja. Nou ja, misschien kan ik hem straks nog even spreken. Ja. En ik heb wil hem wel even roepen. Wat zegt u? Ik wil hem wel even roepen, Aad. Ja, nou, dat zullen we dat... Ja, is hij er nog? Nee, te veel geaarzeld nu. Ja. Dat hoeft het niet meer. Dan hoeft het niet meer. Ik heb trouwens ook gezien dat u mijn cactusplantkindje ontvangen hebt. Ja. Dat staat op het bureau. Ja. Wist u meteen dat het van mij kwam trouwens? Ja, want er zat een kaartje aan dat het voor mij was van Margriet Dolman. Oh, ja. Nou, u mag hem houden hoor, want ik heb er genoeg thuis. Oh, nou, dank u. Ja. Ja, hoeveel van die cactuskindjes hebt u dan? Oh, wat een pijnlijke vraag zeg. Nou, ik denk een stuk of 80, denk ik. Ja. Maar aan deze was ik het meeste gehecht. Ach. Maar ik vind dat hij het op televisie zo goed doet, zeg. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Ja, fabelachtig. Ja. Hij heet Boris trouwens. Boris genoemd, ja. Oh. Het cactuskindje. Ja. Even kijken of je me nog herkent. Boris, kun je me horen? Hier spreekt het vrouwtje tegen je. Boris! Nee, hij reageert niet. Nee, hij doet niet. Dat komt zeker door de lampen, denk ik hoor. Ja. Dat is te heet voor hem. Zijn we nog in de uitzending trouwens? Ja, jazeker. Oh, ja. En dan wil ik zo snel nog even mijn goed nieuws naar u melden. Ja. Ik ben zo afgeslankt dat ik weer in mijn tienerjurk kan. Ja. Dus dat is wel goed nieuws. Dat is heel goed nieuws. Ja, en de mensen die kijken me nou ook veel meer naar in die jurk. Ja. Dus dat is ook wel goed nieuws, hè? Ja, vind ik wel. Ja. En de uitverkoop is begonnen en nou heb ik meteen 2 brillen kunnen bemachtigen voor de prijs van 1. Ja. Dat is ook wel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Er moet alleen nog glazen in. Maar ja, ik draag zelf dus helemaal geen bril. Dus die glazen hoeven er ook niet in. Dat is ook wel goed nieuws. Ja, dat is heel goed nieuws. Ja, hè. En verder word ik nou elke ochtend de laatste dagen wakker met een goed humeur. Dat is ook wel goed nieuws, hè? Ja. En ik heb een nieuwe kapstok gekocht, daar kunnen 2 keer zoveel jassen hangen. Dus ik kan ook 2 keer zoveel mensen ontvangen, dat is ook wel goed nieuws. Ja. En gisteren zag ik op tv bij Aad van Heuvel en nu weer Aad van Heuvel bij u. Dus de wereld is veel kleiner dan ik dacht. Dat is ook wel goed nieuws allemaal, hè? En mijn poezekindje Bissou verwacht een babytje. Goed nieuws, joh! Nou, en het was bovendien een ontzettend leuk programma. Dus die hele eerste talkshow-serie van Sonja Barend was ook al wel meteen omstreden. Maar het idee dat je een programma maakt met alleen maar goed nieuws, dat zou nu eigenlijk ook wel weer kunnen. Misschien moeten wij dat doen. Toch? De Goed Nieuws Show. En Sonja Barend, die heeft dus een prachtig boek geschreven. Maar ook wat ik zo mooi vond, is het hele... vertrouwenwekkende. Zij schrijft alsof ze bij je op bezoek is. Ja. En, het zijn een soort impressies. Het zijn korte... Ja, en wat mij leuk lijkt, wat we ook vorige week hadden met Connie Palme, ook in onze gesprekken, dat er ruimte is eigenlijk en behoefte ook aan mensen die dus rustig
uitpraten, die een beetje filosofisch praten, ja. Die warmte uitstralen. En dat doet Sonja ook. Dus een programma met alleen maar mensen die gewoon vanuit hun eigen innerlijk warmte uitstralen en korte belevenissen vertellen. Volgens mij is dat ontzettend fijn. Een combinatie. Enerzijds dat je flink kan uitpraten. Ja. En anderzijds zijn mensen die een korte ervaring kunnen vertellen. Het hoeft niet per se te kort lang te zijn. Nee, en een beetje filosofisch ook. Nou, eigenlijk zoals ons programma is. Dat is al ik wil niet zeggen een gat in de markt, maar wel is er enorme behoefte aan. Zoals we nu gaan we bijvoorbeeld kijken. Maar gaan we even verder met de kranten? Ja? Oh, met de kranten. Maar ik dacht om over te schakelen naar Biesheuvel. 5 minuten. Naar het huis van Biesheuvel. We hebben half, ja, we kunnen nog 5 minuten vullen met de kranten. Ja, we kunnen ook eerst naar Biesheuvel gaan, want als die al klaar staat, want dan want is het hoe lichter, hoe beter. Ja, dat is waar. Ja. Want Maarten Biesheuvel, die is in welke maand overleden eigenlijk? In juli volgens mij. Nou, het boekje, ik zal even dat boekje even pakken, want dan kunnen we nog wat foto's zien ook van het huis de andere kant. Maar, oh ja. Daar gaan we ondertussen. Ja, bel hem vast maar. Je mag gewoon door de camera lopen ook hoor. Ja, je hoeft niet te bukken. Normaal dan wordt er gebukt eigenlijk. Maar dat is nou niet nodig. Maar Sonja Barend komen we nog op terug. En wat ik ook nog straks laat zien is dominee Gremnaert, die een keer bij Sonja Barend was. Naar aanleiding van een Amerikaanse dominee die een bekentenis had gedaan voor een soort arena eigenlijk, een soort massa. Ja, die massa-bijeenkomsten van die Amerikaanse dominees, weet je wel, die echt heel hysterisch en demagogisch zijn. En die moest huilen, want die deed een bekentenis dat hij was bij een prostituee op bezoek geweest. En het was een heel. We laten dat straks ook zien. En Sonja, die vroeg toen aan de bekendste dominee in Nederland, dominee Gremnaert, wat die daarvan vond. En dat was ook een leuke uitzending. En we hebben ook wel eens laten zien, ook Maarten van Rossum bij Sonja, toen die, ja, ik denk begin 30 was. En ook nog enorm veel rookte. Dat zag je nu trouwens ook, hè? Dat Aad van de Heuvel, ja. Die rookte ook. Dat was ook heel normaal. Ook presentatoren, Jan Blokker, die rookte enorm veel ook. Kunnen we hier ook wel gaan doen? Oh nee, ja, ik heb een rookje met zo echt roken. Hier is het boekje. Ja, dat is Mensen van Keulen. Jij hebt een boekje over het over toen hij, na aan van het feit dat hij overleed, Maarten Hart en Mensen van Keulen een boekje schreven onder de titel De Biezen. En het gaat heel ja, dat gaat, sorry, maar daar gaat de kabel soms uit van de vingercamera en is beeld zwart. Oh ja. Nu, ja, sorry. Nou, doet heel veel foto's uit het huisje. Maar we hebben dus nu iemand, Olaf, die is nu op dit moment in het huisje in Leiden. Ja, want zij kwamen daar altijd. In Sunny daar Home. Komen we ook nog op terug. Deze is wel leuk, deze foto. De binnenkant. En nee, wacht, deze. Want daar staan ze bij het één bladzijde terug, denk ik. Ja, deze, ja. Ja. En hij is nu in dat huis, Olaf. Ja. En die kreeg van de huidige eigenaar, of de verkoper, staat te koop, heb ik begrepen. Ja, en die mocht het huis even bezichtigen. Nou, we horen het ook wel van hem. Ja. Olaf. Wat doe je daar? Oh, daar zit ik al goed, hè? Ja, ik weet niet of die. Ik hoor geen muziekje, ik hoor een toon. Dus het is spannend. Oh ja, want is het nu via Skype of FaceTime? De Skype. Verbinding. Nou, mogen we er niet. Misschien heeft hij daar geen. Heeft hij daar geen wifi of geen internet? Is de lijn wel getest net? Nee. Ja, we hebben wel eens getest, hoor. Sonja hebben we ook getest, maar ja. Even kijken. Nou, anders moeten we dan wachten. Nee, dat komt wel goed. Of, ja. Ja. Moet je nog een keer proberen? Ja, probeer nog maar een keer. Oh, nu gaat hij over. Oh ja. Zo, groot beeld. Ja. Oh ja. Ja. Hallo. Nou, Olaf. Ik loop even naar buiten. Wat zeg je? Ik loop eerst even naar buiten. Ja, en kan je het toestel ook draaien dan? Oh ja, dan hoi, een kwartslag. Hebben we een mooi beeld, ja. Heel goed. Ja.
zo? Nou, ja. Super. Kijk, we zijn er. Oh ja, ja, dat zie je, het Sunny Home. Ja, we doen het misschien wat te enthousiast eigenlijk, want het is natuurlijk ook een trieste gebeurtenis zit eraan vastgekoppeld. Maar. Ja. Maar jij was. Jij bent een, niet alleen een fan geweest van Maarten Biesheuvel, van zijn werk eigenlijk. Maar je woont ook. Je woont ook nu nog in de buurt ook, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, ik woon hier ongeveer 5 minuten fietsen vandaan. En zeg maar, als je deze straat helemaal uitgaat, 5 minuten fietsen, dan woon ik eerst. Dus zat ik al die boeken van Biesheuvel te lezen, dat ik weet dat al die verhalen hier afspeelden. Dat is heel grappig. Ja. Om dat zo mee te maken, zeg maar. Want dus waar woon je? Ja, in Leiden dan. Ik woon nu bij Lammenschans. Dat is een klein stationnetje. Oh. En dan woon ik eerst in de Sitterlaan. Dat is hier iets verderop, uiteindelijk. Oh, dus daarom vond ik het heel spannend dat ik dan wist dat hier het allemaal afspeelde. Ja. En hoe kom je nu in het huis eigenlijk? Waardoor heb je toestemming gekregen? Dat is dankzij Aaron en Aart Hoekman. En Aart Hoekman was een vriend van Biesheuvel. En die zitten nu binnen. Oh. Dus ik zal ze even koekeloeren. Hallo, even zwaaien. Hoi. Ja. Hallo. Goedendag. Dag. Hallo. Dag. Groeten naar het studio. Ja, nou, dus dat. En daardoor ben ik dus binnen. Het is allemaal heel, grappig, want het stinkt hier ook heel erg. Oh. Met name de kattenpis en zo. Heel, En kun je het toestel omdraaien? Dat we... Ja. Ja. Dat ga ik even doen. Kijk, hoe moet dit? Dat kan. Een cameraatje met een pijltje, volgens mij. Oh, het cameraatje met pijltje, zeg maar. Ja. Oh ja. Ja. Oh nee, nou is hij weer terug. Ja, nou is hij weer... Nou, ja. We zijn. Oh, ja. Nou, we doen het even zo. Ja. Oh ja. Nee. Dus hier is het... Dit is ook wel leuk om te vertellen, want hier heb je tegenover het oud militair ziekenhuis. Ja. En dat zou dus eerst gesloopt worden. Nou, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Ja. En zij kijken hier natuurlijk op uit. Dus op een gegeven moment, de vrouw van Maarten, Eva, die heeft toen een referendum georganiseerd. En de uitslag was uiteindelijk dat mocht blijven staan. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. Goh. Wat zit er nu in dan? Ja, woningen. Oh, woningen zitten. Appartementen. Ja, ja. Maar het is heel, heel mooi. Dus ik snap ook niet dat ze het zouden slopen. Maar dankzij Eva, dat is heel leuk dat ze het blijven staan. Ja. Maar ja. En nu, dit is het dan. En het, nou, ga maar weer naar binnen, zou ik zeggen. Ja, ga ik even een rondleiding geven. Want het is veel kleiner dan dat. Dat is heel grappig. En het is al verkocht, het huis. Ja. En maandag is de sleuteloverdracht. Oh. Niet aan mij helaas, maar dat gebeurt. Hoeveel kost het? Ja, het kostte 4,5 ton. Dus ja, dat heb ik ook niet. Nee. En, helaas. En gaan de nieuwe bewoners, zijn dat liefhebbers van Maarten Biesheuvel? Of weet je dat niet? Ja, nou, maar dat weet ik eigenlijk niet. Je weet ook niet of het huis intact blijft. Nou, het moet blijven staan van de gemeente. Dus dat is wel het voordeel. Oh ja. Een monument. Je weet niet wat ze mee gaan doen. Misschien gooien ze wel een kookeiland neer. Of gaan ze het allemaal wit verven of zo. Dat zou heel zonde zijn. Kookeiland. Maar ja. Dat is. Maar kijk, hier. Dit was dus een beetje de woonkamer. En je ziet ook wat dat dan een beetje vervallen is. Want het bleef allemaal op hun plek staan. Ja. Het is wel centraal verwarming, was er. Ja, dat mag ook wel. Het is ongelooflijk koud hier. Oh. Het is een houten huis. Het is allemaal heel slecht geïsoleerd. Maar En als je de trap op gaat? Ja, dat ga ik nu. Oh, hier stond trouwens de boekenkast. Oh ja. Och, ja. En ik vermoed dat ook een hele mooie romantische tuin omheen is, of niet? Ja, er zit ook een hele tuin omheen, maar die is niet heel groot. Want Maarten al zei dat het heel groot was. Oh. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, dit is de trap. Oh ja. Het is wel. Het heeft ook wel iets engs. Ja, het is heel. Een beetje eng trapje. Het kraakt ook allemaal. En het ruikt hier. Dat is ook wel heel grappig om te vertellen. Het ruikt naar een combinatie van heel veel sigarenrook en kattenpis. Want op een gegeven moment hadden ze 20 katten. Nou, dat is ook een beetje veel. Och.
En die zijn hier. Die zijn allemaal weg, die katten. Ja, nou, dat Aart vertelde net dat 2 weken na het overlijden van Maarten was er een dode kat in de tuin gevonden. En die was dus al 5 weken dood. Want ze hadden allemaal zwerfkatten, die kwamen hier altijd aanlopen, zeg maar. Oh. Ja, dat was ook heel merkwaardig. En ze hadden een geit en die liep ook door de kamer. Dus, oh, die liep ook in het huis. Ja, precies. Kwamen allemaal maar af hier op de gebeurt geur. Het allemaal. Ja. Ja, hier heeft hij ontzettend veel geschreven ook dan. Ja. Ja, precies. Dit was het schrijvershoekje, zeg maar. Ja. En er staan ook een beetje tekst op de muur. Ik weet niet of je het kan zien. Dit is een beetje moeilijk. Dus daar kan het licht. Wacht, ik geef zo. Er staat, wees welkom, beste vriend, bij Biesheuvel vrouw en kind. Oh. Ach. Heel grappig. Ach, wat ontroerend ook. Ja, het is allemaal heel... Want dat was logeerruimte of zo. Ja, hij had ook zijn bed hier. Die stond dan hier. Zo. En dan kon hij hier schrijven. Zeg maar. En hij had ook allemaal boeken hier. Dus dat was eigenlijk een beetje zijn... zijn bovenkooi, hè? Ja. En nou, hier zie je ook al een beetje nog de overblijfsels van fotootjes. Want dat hing hier allemaal. Dus van Nabokov en Kafka en zo. Oh, ja. En Karel van Beek. Nabokov. En hier heb je ook nog een beetje... plaatjes. Ja. En wat is er met die foto's gebeurd? Ja, die zijn dus weg. Maar heeft iemand een verzamelaar of zo? Ja, dat is allemaal een beetje bij vrienden waarschijnlijk ook. En meestal zijn die foto's heel erg beduimeld en vergeeld en gescheurd. Ja, enorm. Ik ken dat. Onder de nicotine. Kennen wie het zijn. Maar ja, dat... Ja, het is allemaal heel... maar er staat ook van alles opgeschreven. Hier bijvoorbeeld Leiden 2005. Dat ook. Oh, God. 17e eeuwse wijze Leiden. Wat zei je, Dami? Op 17e eeuwse wijze Leiden. Ja, precies. Dat is ook allemaal heel grappig. Ik zou het toch wel helemaal moeten filmen voordat het helemaal... maar ja, als er maandag al de overdracht is... Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Want ja. Al die zinnetjes en die woorden, dat is toch van betekenis ook. Ja, ja precies. Misschien moet je het nu nog even doen. Je gaat nog een kwartiertje filmen zo. Ja, dat klopt. Het was even fijn, want ik had het met Mark erover. Van, nou, straks wordt het donker en het is sowieso, het is echt een heel donker huisje. Maar gelukkig is er nog licht. Ja. Ja. Dus we kunnen wel van alles doen. Maar even kijken, bijvoorbeeld hier... En wel een brandblusapparaat en ook. En ze leiden later donker. Ja, dat mag ook wel inderdaad, ja. Ja. Met een geurzakje, want het is ook wel nodig, want het stinkt. Oh, een geurzakje. Ja. En dit waren dan de 2 slaapkamers. Dus eigenlijk hetzelfde hokje. Ja. Toch nog wel vrij groot, althans veel kamertjes. Nou ja, het zijn best wel kleine kamertjes, moet ik zeggen. Maar er vonden ook ooit duizenden boeken, maar dat... Kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen. Nou. Maar ja. Oh, en hier kijk je op de tuin uit. Ja, maar daar gaan we zo even heen. Dat is wel leuk. Ja. Want het is, want ze had heel grappig gemaakt. En altijd had in zijn verhalen over dat zijn tuin altijd zo heel groot was. Maar dat is helemaal niet waar. Dus hij dikte het lekker aan. Dat is heel grappig. Ja, maar daar is de schrijver voor ook natuurlijk. Ja. En je hebt hem nooit ontmoet. Nee, dat was een beetje het ding. Van, ik wilde hem heel graag ontmoeten. Dus 2 dagen voordat hij overleed, zei ik tegen een vriendin van me... Nou, ik wil heel graag eigenlijk mijn favoriete schrijver ontmoeten. Dus ik ga met een sigarendoosje onder mijn arm binnenkort even bij hem langs. Maar dat kon dus niet, want hij overleed. Dus ik was eigenlijk te laat. Nee, zo als je misschien wel had gedaan... Had hij misschien nog langer geleefd, dankzij jouw sigaren. Ja, kan niet anders. En ik hoorde het in de boekhandel waar ik werk, en daar werkte ik nog niet, Mayflower, dus dat was ook heel grappig. Oh. Dus toen werkte ik nog lang niet en toen hoorde ik het daar. Dus dat eigenlijk alles komt samen. Nou ja. Ja. Had hij ook een badkamer eigenlijk? Ja, daar ga ik nu heen. Dat is ook heel, dat is echt heel donker. Dus, kijk. Oh, met licht doet het nog. Kijk. Oh, hallo. Ja, hallo. Leuk. Ja, dit was dus de badkamer. En het is even met een plankje.
Want Eva die had natuurlijk ziekte van de wegtreff en die kon dus moeilijk staan. Dus ze had een bankje. Oh. Maar geen bad, maar een zit. Eigenlijk ze kon zitten dan. Ja, en het grappige is dat het ook van hout is. Dus dat is ook allemaal zo doorgezet. Dat is heel grappig. Ja. Echt de kleuren van de jaren 70 zijn het. Ja, precies. Ja, dat is ook wel grappig, want het huisje is dus een bouwpakket. Oh. Als je een tuincentrum koopt. Ja, het komt uit Silesië. Dus 40 jaar terug kwam het hier als een bouwpakket hierheen. Goh. Dat kan wel grappig. Maar dan is het wel een goed bouwpakket eigenlijk. Ja, ja het blijft nog allemaal staan, ja. Dat is heel grappig. Daar betaal je dan 4,5 ton voor. Maar ja, het ding is dat al die katten zijn natuurlijk allemaal gaan plassen tegen de muren en zo. Maar dat blijft er dan wel in. Dus dat is ook een beetje... Dit is niet praktisch, maar het is wel leuk. Het conserveert misschien ook, die kattenpis. Ja. Ja, en de nieuwe bewoners hebben daar geen bezwaar tegen dan. Ja, oh ja, dit is ook leuk, de keuken. Dat is ook heel spannend. Ook best wel aandoenlijk. Ja, klinkt ook goed. En hier stond dan het fornuis waarschijnlijk. Ja. Oh ja. Grappig, hè? Ja, het is wel... Ja, het is ook wel aangrijpend wel, eigenlijk. Ja. Omdat je ook meteen meeleeft met het leven van Maarten en Eva. Dat je... En vooral de zinnen die op de muur geschreven zijn. Wat mooi. Ja, precies. Oh, dit is ook wel leuk. Hier staat ook... welkom in het... Ja, ik denk in het Zweeds. En ik... Valt het te zien? Welkom. Ja. Ja, misschien we hebben ook wel contacten in Zweden. Misschien dat die dat kunnen vertalen. Ja. Bjoek met een oog erboven. Bjoek? Ja, oh ja. Ja. Boven var. Ver. Ja, en bloemetjes. Maar laten we even de tuin bekijken, want hij zei altijd dat het heel groot was, maar totdat je er bent, dan denk je toch, het is heel groot. Ja, en Maarten het Hart heeft ook een tuin. Maar die is misschien wel groter. Ja, dat denk ik wel. Het is, een terrasje hebben ze ook. Dat ze daar geleefd hebben ook, hè? Ook een beetje denken. Je ervaart dat eigenlijk als je het ziet, dat mensen daar dus heel lang geleefd hebben, gelukkig geweest zijn, inspiratie hebben opgedaan om te schrijven. En ook tragisch natuurlijk, omdat hij altijd zo vol angsten zat. Ja, eigenlijk alles komt samen, zeg maar. Ja. Gelukkig. En tragedie en zo. En ook, ik heb heel vaak dat ook hardop moet lachen om zijn vader. Dus dat is ook alles. Het is Aaron. Ja. Die heeft het altijd geregeld. Dus, en dit is ook leuk. Hier zat de geit dan. Er zat altijd een geit. Oh. Dit was dan het geitenhok. En wat is er met die geit gebeurd dan? Ja, die is dood. Tot kaas verwerkt. Oh. Kan ik naar binnen? Ja, het is allemaal heel... straks molleken. Gammel. Ja, het is heel gammel. En hier is dus die dode katten gevonden. Dat is ook een beetje luguber. Maar dat was dus wel de hele tuin vol met katten graven. Ja, ik heb geen idee waar ze zijn gebleven. Maar op een gegeven moment hadden ze 20 katten. Dus op een gegeven moment moest je ergens wegstoppen. Maar ja. Ja. Even kijken, kan ik hier naar binnen of is dit... Ik moet ook een beetje denken aan een volkstuin waar zo'n huisje in staat. Je hebt van die oude volkstuincomplex met veel bomen, waar dan ook van die hele leuke romantische huisjes staan. Oh, ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Het is ook heel, want dat vertelde Aard net, is dat dit soort huisjes zijn nu heel erg in trek in Finland en zo. Ja, maar je kan niet naar binnen. Met bouwpakketten. Je kan niet naar binnen in dat huisje. Hier? Ja. Ik ga nu weer terug. Dat is het huis. Het huis is het huisje. Oh ja. Je hebt het over het huis. Dat is het huisje van mij. Een huisje eigenlijk. Maar dit was het. Wat willen jullie nog iets zien? Ik kan hier het toilet, maar dat is ook niet heel... Is er een riante kelder? dat weet ik niet eens. Dit is onder het...
Onder de trap waarschijnlijk, zal een kelderkast zijn. Er zit geen kelder in een bouwpakket. Nee, maar ze kunnen misschien uitgegraven hebben. Oh, hier ligt eerst aan de stok. Een stok, de stok van Maarten. Ja, dat denk ik. Ja, die moet je wel veiligstellen. Ja. Die mag je meenemen van mij. Alvast voor later, nou, dat is ideaal. Ja. Nee, maar het is ook een reliquie in feite. Ik wil zeggen van wie dat was. Nou, maar mooi, mooie rondleiding. Ja, leuk hè. Maar jij hebt hem ontmoet toch? In de hoedanigheid als... Margreet Dolman. Wat nou, Dominee Gremler of niet? Nee, als Dolman. Nee, als Margreet Dolman bij het boekenbal. Toen, een paar jaar geleden. Toen trad hij op en ik presenteerde het als Margreet Dolman. En toen heb ik aan mijn arm zijn we het toneel opgegaan. En toen was hij ook heel opgewekt, heel vrolijk. En kreeg ook heel veel applaus en enthousiasme vanuit de stad Schouwburg. Maar op een gegeven moment moesten we stoppen. Ja. Dus hij wilde doorgaan, maar je voelde gewoon dat we moesten stoppen. En toen gingen de mensen zo hard klappen dat ik hem een beetje mee kon trekken weer naar de coulissen. Dat je... Ja. Nou, dit is ook nog een mooi uitzicht. Ja, dit is ook... In een manische bui is hier ooit was uitgesprongen. Oh. Hij liever dan ik, want het is echt... nou ja, het is toch best wel hoog. Ja. Ja. 3 meter, 4 meter misschien. Ja. En hoe lang ben jij al liefhebber van Maarten Biesheuvel? Ja, ik denk zo rond... 3 jaar, denk ik, ongeveer. Want het is heel grappig, want ik kende hem niet heel goed. Maar op een gegeven moment had ik een date... omdat hij met iemand... naar zijn boekpresentatie in Koijker in Leiden. Oh. Hij is nooit wat geworden, maar dat maakt niet uit. Maar het was heel grappig. Dus toen dacht ik, hey, en toen heb ik Verhalen uit het Gekhuis gekocht. Zijn bundel. Die trouwens Aardhoek van hier beneden heeft hij gebundeld. En toen dacht ik, nou, dit is fantastisch. Dat is echt, wat een briljante verhaal. Omdat er van alles en nog wat gaat. Ja. Heel veel humor en geluk en ook tragedie natuurlijk, want het is ook heel treurig om zo te leven. Maar ook weer mooi dat hij iets groots uit heeft gehaald, dat is natuurlijk een hele mooie. Maar misschien komt er ook naar aanleiding van jouw bezoek nu ook weer een opleving dat ook jonge mensen weer die boeken gaan kopen. Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat me opviel is dat normaal... hoort hij niet heel veel over Biesheuvel, maar toen hij overleed dat mensen dan toch wel nieuwsgierig zijn naar zijn werk. Ja. En dat zijn ook wel weer ja, apart, maar ook wel weer fijn. Dan wordt hij toch gelezen. Want de kunstenaar sterft 2 maal natuurlijk. Ja, nou. Dit, ja. Kom er maar eens om. Olaf, heb je zelf ook schrijfambities? Ja, ik schrijf wel, ja. Maar dat af en toe. Af en toe. Ik schrijf wel. Een beetje absurdistisch in het land van Biesheuvel wel. Maar kom je er ook al mee naar buiten? Jawel, ja, ik heb soms met Twitter post ik wel eens wat. Nee, ik heb laatst ook meegedaan met een schrijfwedstrijd, maar ik ben niet geworden. Dus was ik heel boos, maar dat gebeurt. Oh, jammer dat wij ons blad mensen en gevoelens niet meer hebben, anders had je daar in kunnen schrijven ook. Ja, ja. Misschien moeten we daar weer mee beginnen ook. Ja, waarom niet? Ja, ja. Maar het gebeurt. En verder studeer je nog. Ik vond het een briljant verhaal, maar ja, dat ben ik. Ja. En verder studeer je nog. Slechte vliezer. Dami vraagt of je nog studeert. Oh ja, nee, ik studeer wel, ja. Maar ik heb politicologie gedaan. Oh, en ik doe nu master internationale betrekkingen. Maar dat staat een beetje op een laag pitje. Maar ik vind lezen veel te leuk. Ja. Nou, wat een mooie... Een mooie rondleiding. En als het een televisieprogramma zou zijn, zou je zeggen, nou, tot de volgende rondleiding van een schrijver die overleden is. Maar het is geen apart televisie, het is geen serie. Ja. Maar dit was heel uniek. Misschien dat, ik weet niet wie er gaat wonen, maar misschien dat ik gewoon een brutale buis aanklop. Van, nou, zouden jullie het leuk vinden als het... hoe het geworden is. Maar misschien dat we dan heel boos worden, want dan hebben ze een kookeiland er neergezet. Dat is ook... Ja, nou, dat is wel dan leuk. Hou ons op de hoogte. Dat wel. Dat zou ik wel leuk vinden. Je kan ook al
Je kan ook natuurlijk al maandag meteen bij die mensen langs gaan. En al zeggen van, ik hoop niet dat jullie een kookeiland gaan. Dat je het al gaat belemmeren. En dat je ook de buurt ook gaat activeren. Dat er geen kookeiland in het prachtige huis van Maarten Bies heeft. Referendum starten. Referendum starten, ja. Hou het huis intact. Met het tentje ga ik buiten zitten van, er mag geen kookeiland komen in Sunny Home. Ja, ja. Dat zou wel leuk zijn. Maar ja, ik denk dat het weinig succes heeft. Ja. Maar ja, we zien het. Nou, hartstikke bedankt, Olaf. En we houden contact. En, en moeten we ook zeggen, dit was Olaf in Sunny Home. Ja, nou, hartstikke. Nou, dag volgende keer. Dag, doeg. Dag. Nou, wel mooi. Ik zal mijn nummer van Mensen Gevoelens opsturen, waarin de cover foto van Margreet Doolman en Biesheuvel staan. Ja. Moet je even het nummer, het adres doorgeven. Ja, kunnen we wel bij de volgende uitzending laten zien ook. Ja, ik kan het ook. Ja, net, dan moest ik weer naar buiten. Het is wel uniek, nu is echt alles geregistreerd voor altijd. Ja, dat niemand is mooi. Nog. Of zijn, nee, is het ooit wel van binnen gefilmd? Nou, die zinnetjes die zijn toch heel aangrijpend. Ja. Maar eigenlijk echt is het grondig. Iemand moet echt een uur lang echt alles filmen van het huis. Ja. Want ja, het gaat natuurlijk voor anderen. Die mensen gaan er wonen. Nou, echt toen die foto's nog ook allemaal er waren eigenlijk. Toen het nog intact was. Maar is het misschien in dat boekje of niet? Dat alles, toen alles nog ingericht was, zou iemand toch wel hebben gefotografeerd? Oh ja. Ik zie aan de achterkant, zie ik een foto van in het huisje. Dit zien dan. Ja, dit is in het huisje, ja. Zal ik wel eens, nog even laten zien. Ik heb het ook gekend, het boekje. Met de boekenkast erbij ook. Ja. Konijn. Ja. Lief kleuterkonijn. Lief kleuterkonijn. Zullen we even de kranten afmaken nog? Even kort. Ja, we kunnen of even nog naar Jordi kijken. Of Jordi kunnen bereiken. Oh, die heeft vandaag zijn eerste injectie. Nee? Vandaag zijn eerste injectie. Zal even, zijn injectie. Ik vraag even of het kan. Want hij zit bij de eerste hulp. Zou ik anders Grem laten instarten van Sonja dan ondertussen of niet? Er waren ook veel reacties op. Iemand bij het filmpje van Sonja net. Iemand zag ook Nelly Smit-Kroes zitten. Ja, dat klopt, ja. En het cactusje, dat is later door de Theo van Gogh gestolen. Heeft het idee, want dit was in de eind jaren 70 en Theo van Gogh deed het in de jaren 90. Ja, en ik gaf dus Margreet Doolman, die had 80 cactusjes thuis zitten, hè. Margreet Doolman, ja, die was op de eerste LP van Margreet Doolman, daar stond ook op de cover stond ook Margreet Doolman met in de vensterbank een cactusje. Ja, die kunnen we ook laten zien, die eerste LP van Margreet Doolman. Oh. Nou, hoeft niet hoor, maar het zou kunnen. Ik zal even kijken waar... Het ligt achter me. Oh ja, nee. Kijk wat zo slim. Snel. Wat zijn we snel. Oh, je vinger. Daar zie je inderdaad... Van Mariet Numan was het een hoes ook. En dan zie je hier de cactusjes, ja. Zo ook. En die middels is geen cactus, toch? Nee, dat is waar. Nee, dat is een ander apparaat. Ja, precies. Erotisch, eigenlijk. Erotische cactus. Ja, hier Bijou, de poes. Ah. Ook. Die bladen zijn ook weer te koop, hè? Bijou, die was ook onze kat. En die heeft heel lang, die is 22 jaar geworden. Zo. Ja. Van 1972 tot 1994 geleefd. En in maart is ze overleden. Ah, en ze is 45 jaar geleden, ook begin januari, toen Radio Amsterdam begon. Toen begon Margreet Doolman op. En ik heb nog opnames van een van die eerste uitzendingen. Dat is eigenlijk ook wel voor beeld en geluid. Die wilden dat ook, geloof ik, hebben. Ook die eerste opnames. Maar hebben die niet van AT5 zoals toen? Oh, hij kan. Oh, sorry. Oh, dan gaan we nu even bellen naar Jordi, met... want die... even kijken hoe... Dus eerste hulparts in Purmerend. En hij kon even weg, want hij heeft eerste hulparts en dan kon hij even weg. Hij laat de patiënt maar hij liggen. Heeft zich laten injecteren al. En, dus dan moeten we even tempo maken. Normaal niet hoor, maar nu wel. En deze is weg. En dan moet ik zo appeltje R doen. Ja, hallo, dag Jordi. Hi, hallo. Hallo. Goedenavond. Ja, want je mocht eventjes weg, want je zit... Is het drukker nu op de eerste hulp? Ja, best wel. Ik
We hebben een paar keer nu gehad dat er een stop op was. Dat betekent dat er geen ambulances meer binnen mogen komen. En we hebben nu net ook een aantal coronapatiënten overgeplaatst naar Groningen. Oh. Dat is hier toch 250 kilometer vandaan. Ja, want welk ziekenhuis zit je? Oh ja, het Dijklander in Purmerend. In Dijklander in Purmerend. En je hebt je dus laten injecteren ook, hè? Gister. We hebben daar opnames van. Oh, dat kunnen we even laten zien meteen. Dat kan jij niet zien dan, maar dan zien de kijkers thuis dat wel. Kijk. Was het spannend? Nee, ik vond het eigenlijk heel gaaf. Ik geloof heel erg in de wetenschap. En dit was gewoon heel gaaf om daar bij te mogen horen. Ja. Maar dan gaat hij... Ja. Het gaat ook heel snel, we hebben het al laten zien. Het gaat ook heel snel en het deed ook geen pijn. Nee, het deed helemaal geen pijn. Geen bijverschijnsel ook? Nee. Geen stijve armen of wat dan ook? Nou, heel klein beetje beurs eventjes. Ja, ja. Geen lange napijn of zo? Zeker geen napijn. Ik heb gewoon goed geslapen. Geen hoofdpijn. Nee. Geen coronaklachten. Nee, maar dat is wel fijn toch, hè? Dat jullie dan... Want het hele ziekenhuis is ook... Al het verplegend personeel is geïnjecteerd. Nou, we hebben niet genoeg voor iedereen. Dus we hebben nu zeg maar de spoedeisende hulp en de corona-afdelingen. En intensive care, die mochten als eerst. Oh ja. Ja. En als er weer een nieuwe hoeveelheid vaccins vrijkomt, dan gaat de rest. Ja, maar jij bent blij dat je het hebt in elk geval. Ja, en... de eerste gift. Ik moet er twee. Twee prikken. De 3 weken moet je er nog eentje doen. Hè? Maar nu ben je al een beetje beschermd eigenlijk. Een beetje wel, ja. En ken je veel oudere mensen waar je nu naartoe kan gaan, omdat jij dan veilig bent? Ja, ik moet me nog steeds aan dezelfde regels houden zoals iedereen. Dus ik kan niet nu iedereen gaan knuffelen. Dus mijn moeder zie ik nog via Zoom. Oh. Of FaceTime. Of op afstand. Want hoe oud is je moeder, als ik vraag mag? 68. Oh ja, ja, dan is dat, behoort ze ook tot de risicogroep. Maar kan het ook zo zijn dat jij nu wel immuun bent, maar nog wel besmettelijk? Ja, dus ik kan bijvoorbeeld gewoon, ik kan het gewoon op mijn handen hebben en jou dan een hand geven. Dan draag ik het wel over en heb ik zelf geen last. Maar jij wel. Dus daarom, ik moet gewoon oppassen. Dus het is alleen voor jezelf... ben je beschermd eigenlijk, maar voor een ander is het nog steeds onzeker dan. Ja, dat is ook het hele idee van een soort... Ik stel me altijd voor dat iedereen in een drukke winkelstraat loopt en het gaat regenen. En een aantal mensen steken een paraplu op. Een aantal mensen hoeven dat niet, want die staan onder de paraplu van die ander. Ja. En zo is het ook met een vaccinatie. Als een paar mensen het doen en een soort paraplu om jou heen vormen, dan ben jij beschermd, omdat alle mensen in jouw omgeving wel gevaccineerd zijn. Dus de kans is heel klein dat er ook iets van corona of... een griepvirus of wat dan ook doorheen komt. Ja. Ik ben natuurlijk een van de weinigen nu. Maar ja, als iedereen vaccineert, dan kunnen we wel hierover praten. Ja, en hoe denk jij over het schema? Want er wordt gezegd eind september, dan zijn we coronavrij eigenlijk. Dan kan iedereen gevaccineerd zijn. Maar zitten we nu op schema? Nu... is het zo dat natuurlijk maar een paar van dat Pfizer-vaccin zijn. En die zijn ook moeten bewaard worden bij -70. En daar heb je hele speciale apparatuur voor nodig. En die heeft niet, bijvoorbeeld de huisarts, hebben niet koelers tot -70. Dus het moet alleen vanuit de ziekenhuis. Dus dit medicijn is niet voor iedereen handig, denk ik. Ik denk, maar er komen wel weer tot dat Moderna-vaccin. Is nu goedgekeurd door de Europese Medicijnagentschap. En dat hoeft bij minder diepe temperatuur, minder lage temperaturen bewaard te worden. En dat zou... zou hem, denk ik, een beter alternatief zijn. Oh, ja. En het werkt heel goed. En Oxford staat er ook aan te komen, hè, nu. Zeker, en ook vanuit Nederland, van Janssen. Ja. Dus, ja. En ze kunnen toch ook, wat ze in Duitsland toch ook hebben... hebben ze toch die rijdende koelwagens eigenlijk? Ja, dat zal vast hier ook wel komen. Ik denk dat ze die testlocaties worden, denk ik, vaccinatielocaties... lijkt mij. En dan zullen ze daar vast van die koelwagens neerzetten. Ja. Maar je denkt wel dat het gaat lukken eind september, dat we dan... Het zou heel leuk zijn, hè? Ja. Ja. Maar je hebt er een hard hoofd in.
ik zie het hopen. Ik hoop het, vooral heel erg. Ja, ja. Nou, ik hou je ook niet langer op, want voor hetzelfde geld. Want hoeveel patiënten heb je nu bij de eerste hulp? Even kijken, we hebben nu 8 mensen. Maar ik ben nog niet gebeld. Je bent nog niet gebeld? Oh, want je zit nu in het ziekenhuis in een aparte kamer? Ja, dit is de, ik kan even laten zien. Dit is de shockroom. Dus hier ligt een bed. Ja. En zo'n grote lamp. Nou ja, en allemaal apparaten, infusen. En achter mij is het beademingsapparaat. Dus als er een heel ziek iemand binnen wordt gebracht. Bijvoorbeeld een groot ongeluk, zoals waar we het vorige keer over gehad hebben. Of met corona. En moet meteen beademd worden, dan kan dat hier. Maar deze is dus vrij. De mensen liggen op andere kamers, elders. En jij kan alles? Dus ook beademen en infuus? Infuus wel, ja, dat wel. Ja, en goed prikken ook. Maar de beademen niet? Ja, je kan op een kap beademen, dat kan ik wel. Maar een buis, een beademingsbuis in iemands mond stoppen, een beademingsslangetje, dat... Intuberen. Intuberen, inderdaad. Daar heb je wel specialisten voor nodig. Het gaat via de keel, via de ademsappel, toch? Niet? Nee, via de keel. Oh, via de keel gewoon. Ja. En ga je dat wel leren ook? Ja, wel, ja. Want je bent nog in opleiding, toch? Ja. En wanneer is de opleiding afgerond? 3-4 jaar. Oh, ja. Dus ik ben nog een groentje. Ja, maar zo zie je er niet uit. En je blijft in Purmerend? Ja, of in Hoorn. Dat is onze hoofdlocatie. Oh, ja. Ja. Nou, ja, Jordi. Sterkte. En gelukkig zie je er niet gestrest uit. Dus je kunt het nog aan. Want hoe ontspan je? Ja, door die lockdown. Eerst sportte ik heel veel. Ging naar de sportschool. Maar dat is een stuk dicht. Dus nu moet ik het thuis doen. Dus ik doe dat en ik wandel. Oh ja. En je ontmoet weinig mensen natuurlijk. Ja, allemaal op afstand. Maar thuis heb je een vriend of vriendin? Ik heb een huisgenoot. Ja, die werkt ook in het ziekenhuis. Dus wij ontmoeten elkaar. Dat is het een beetje. Ja, ja. En dat is veilig dan sowieso natuurlijk. Sowieso, ja. Ja. En hij heeft ook al een vaccin gehad. Dus wij zijn gedekt. Hij is ook al... Jullie mogen alles doen. Ja. Precies. Je mag elkaar omhelzen dan, hè? Ik zal hem straks omhelzen. Ja, leuk. We krijgen nog even er komt nog een vraag. In de chat krijg je de groeten van een zekere Rob Jacobs. Die kent jou. Oké. Dan weet je dat. Dank je wel. Ja. Ja. Na de details weet ik niet, maar hij zegt alleen maar groeten van Rob Jacobs. Ik ken hem. En jij kent hem ook? Ja. Oh ja. Oh, nee. Maar er komt niet veel enthousiasme. Nou, heel veel sterkte en tot de volgende keer. Dag. Tot de volgende keer. Dag Jordi. Dag. Dag. Nou ja, dat is leuk bij de chat, dat er heel veel mensen zich overal mee bemoeien. Ja, ik weet ook precies, dus hetzelfde geld is een ontmoeting die niet direct aan de gouden klok gehangen hoeft te worden. Dus altijd andere dingen spelen. Ja, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. We moesten de krant eraf maken. Ik wil nog even iets uit de Trouw halen. Nou, iets van de Trumps absolute toewijding aan de leugen. Dat vind ik wel een goede omschrijving van het gedrag van Trump. Trump heeft zojuist ook bekendgemaakt dat hij niet komt naar de inauguratie van Biden. Oh. Zonder een reden. Dat zag ik net. Kon hij eindelijk een keer zelf aan het kapiteel komen? Ja. Dan doet hij het niet. En moet ik ook nog wel zeggen, dat vond ik ook... Ja, maar zou het dan... leuk zijn als hij erbij was. Ik denk het niet. Nee, die het enorm verpest. Ja. En dat bovendien ook de Trump-aanhangers dan ook komen. Ja. Dus hij kan beter gewoon naar de Bahama's. Naar Mar-a-Lago ook. Alaska. En ik heb nog even laten zien dat het buikvet blijkt een kritische factor bij... Ja, nee, dat gebeurt soms. Dan gaat hij... Nee, gaat goed. Maar de kabel die zit dan een beetje in de vingercamera. Even induwen. Nu is hij weer. Sorry. Ja, buikvet. Dit staat in Trouw. Buikvet blijkt een kritische factor bij COVID-19. Dus als je te veel buikvet hebt, dan ben je een extra... Dan loop je meer risico. Om er slecht doorheen te komen, zeg maar. En hoe krijg je buikvet? Door te veel te eten en te drinken en te weinig bewegen, denk ik. Je hebt wel gelukkig is mijn buikvet wat afgenomen de laatste tijd.
Ik heb ook volgens mij geen buikvet. Nee, ik ben een soort plank. En kan je dat, hoe kom je er vanaf als je veel buikvet hebt? Sidonia. Hoe kom je van buikvet af als je veel buikvet hebt? Sporten en bewegen en minder... En je kunt niet wegzuigen. Minder zwaar eten. Ja, dat zou wel kunnen, maar dat is... dan moet je gewoon... dat is een operatie in feite. Ja, dat zitten we ook niet op te wachten. Algemeen Dagblad, het kan nog veel erger worden. Dat is ook wel heel positief. Een dag na de bestorming van het Capitool ging Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen de straat op in Washington, aanhangs van Donald Trump, zijn voldaan. Het kan nog veel erger worden. Ja, maar dat geloof ik ook weer niet, want ze hebben nu dit gehad eigenlijk en... Trump die heeft zijn zin gekregen ook en dus ja, denk, een laatste en bovendien komt er meer bewaking daad kunnen stellen en nu is het voorbij en nu gaan we weer over de orde van dag en gaan we normaal doen en krijgen we een goede president en geen gek Washington. Washington likt wonden, havens in tang bende, sleutelrol corrupte douaniers. No. En in Frankrijk is een Fransman overleden. Die had op zijn zolder een kolonie vleermuizen. En die heeft niet aan corona overleden, maar hij is door rabies overleden. Hij kreeg een dolheid van die vleermuizen. Dus dat is ook wel bijzonder. Vleermuizen denk je nu vooral aan de... die speelde een rol in de overdracht van... Corona. De zoonozen COVID. Die van dieren op mensen oversprong. Voor de COVID-19. Ja, dan heb je dat niet en dan krijg je ineens dat. Dat is ook wel weer de angst natuurlijk, dat je door die coronagolf helemaal heen komt. En dan val je en dan ben je alsnog dood. Dat zou ook kunnen. Ja. Ja. Zwarte vreugde wint van witte woede. Zwarte vreugde wint van witte woede. Dat is het succes van een koppenmaker. Ik heb nou zo'n leuke zin. En dan zei Next... Wat erft Biden? Ja, kan Trump nog worden afgezet? Nou, dat zal nou weer geen sprake van zijn. Zo, daar ben ik er doorheen. En, ik ben nog heel blij dat de kerstboom er nog staat, trouwens. Oh ja. Dat mogen we ook koesteren. Ja. Misschien moeten we de hele... het is met een kluit, dus als we maar water geven af en toe. Ja. En misschien is het wel leuk om er gewoon de hele zomer te laten staan. Wachten op de drie wijzen uit het westen. We wachten gewoon tot volgend jaar kerstmis. Water ook dan. Ja, ik heb wel eens een keer water gehad. Ja. In het begin. Het zal ik meteen even voelen. Droog. Hij zit de zak nog in en goed dichtgeknoopt. Ja. Ik heb hem thuis ook nog staan. Het was dan eergisteren Drie Koningen en dan dien je hem weg te halen. Maar ik dacht, ik vind hem nog prachtig en hij viel niet uit. Ik dacht, waarom zal ik? Dus ik heb hem mooi laten staan. Ik heb thuis al de kerstboom en ik laat hem ook nog staan. Ik heb er zin in. En heb je ook nog foto's daarvan? Zal je even kijken. En Ajax heeft Haller aangekocht voor de duurste speler die ooit door een Nederlandse Eredivisieclub is gekocht. Voor volgens mij 26 miljoen. Ja, 20 miljoen euro. Dat valt wel mee, vind ik eigenlijk. Maar het schijnt toch het hoogste bedrag te zijn wat ooit door een Nederlandse club voor een buitenlandse speler is betaald. Niet zoveel. En ik vraag me ook af hoe Matthijs van Nieuwkerk corona heeft gekregen. Staat het ook ergens? Ik zal even kijken of het op www.nu. En daar komt de kerstboom van Mark. Oh ja, laat ik dat even laten zien ook. Oh, wat een mooie. Heel leuke, echte klok. Ja, echte Friese staartklok. Dat is een beetje een eeuwboompje, als ik zeg maar. Dank je. En hierbovenin zit een engel. Dat is een mooie, lekkere, volle boom. Ik vind deze boom juist voller. Nee, ja, qua rommel dat erin zit. Ja, dat is leuk. Leuke heel ballen veel. En rommeltjes. Ja, lekker barok. Ja. En goud. En het is een slanke boom, zo moet je het zien. Precies. Een fijne slanke boom. En we gaan eens bellen. Ik zal even kijken, Matthijs Nieuwkerk heeft corona, is de kop. En nu maar kijken even op www.nu. En... Matthijs Nieuwkerk is besmet met het coronavirus. Daarom is de zaterdagavond uitzending Matthijs gaat door geannuleerd, zegt een woordvoerder. Maar Matthijs heeft lichte coronaverschijnselen en blijft met inachtneming van de GGD-richtlijn in thuisquarantaine. Hij en de redactie werken vanuit huis en hopen snel weer een uitzending te kunnen maken. Al is een verklaring van de omroep. Oh ja. Even kijken of nog iets maar niet besmet is. Het is ook wel een beetje de goden verzoeken om je programma Matthijs gaat door te noemen. Want het gaat niet door. Ah, ja. Humor. Ja.
humor om te lachen. We gaan eens kijken naar... Nou, wat, ik kreeg een, op Facebook een foto van een leraar die een heel leuk mondkapje had. Dat is Den van der Poel. Den van der Poel. En daar gaan we nu naar toe bellen. Die is docent. En dat wist ik niet, maar de klassen die voor de eindexamen leerlingen zijn de klassen nog open. Is de school nog open? Wat anders. Een jaar, dit jaar is slecht gaan aflopen. Ja. En alle andere scholen blijven tot 19 januari volgens mij dicht. Kijk, zo. En de muis weg ook zo. Oh. En daar hebben we... Ja, goeiemiddag. Ja, ik heb het ook niet makkelijk. Oh, dan gaat de telefoon. Zo, ik heb hem even uitgeschakeld. Goeiemiddag. Oh ja, hallo. Heb je een mondkapje op? Ik heb het ook niet makkelijk, lijkt het wel. Ja, dat leid ik net in. Oh, sorry. Dat hij dat, mailde. Ja. En heb je die op school ook opgehad? Ja, die heb ik op de middelbare school waar ik werk ook op, ja. En hoe reageren de leerlingen daarop? Nou, de leerlingen kennen jullie programma en Emmy Kapoek helaas niet. Maar nee. Ik heb dit aangeschaft omdat ik het leuk vind om mijn collega's en leerlingen van tijd tot tijd te verrassen met iets origineels. En ik vond dit wel origineel eigenlijk. En leven ze dan met je mee? Denken ze dat het gemeend is ook? Nou, ze lachen er een keer om en dat is het dan eigenlijk. Ja. En heb je hem ook buiten de school in een winkel wel eens opgehad? Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Nee. Maar kan je hem nu afdoen? Want je zit nu thuis, hè, zei je. Ja, ja. Klopt. Nou, wat leuk. Dat is weer het verrassende eigenlijk natuurlijk. Ook als je een date hebt natuurlijk met iemand en je hebt het mondkapje op en je komt thuis. En je ziet dan ineens het complete gezicht. Ja, dat klopt. Ja, want op welke school geef je les? Ik werk op het Connect College, dat ligt in Echt en dat is in Midden-Limburg. Oh, en wat voor les geef je? Ik geef nu voor het 24e jaar Frans. Oh. Ja. Ach, en heb je een goede klas? Want je geeft nog steeds les, hè? De eindexamenleerlingen die komen nog steeds bij je. Ja, dat klopt. Het is zo, ik heb in totaal 5 klassen, waarvan er nu eentje, de eindexamenklas, dat zijn 13 dames, die komen gewoon naar school. Die zitten bij mij ook in het klaslokaal. Ja, en de andere lessen zit ik in een leeg lokaal. En dan voel je wel een bepaald soort eenzaamheid. En dat vind ik dan wel weer mooi passen bij de boodschap van het mondkapje. Ik heb het ook niet makkelijk. Ja, maar ze gaan wel het redden, jouw leerlingen. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. En volg je ook de Franse situatie qua corona? Nee, die volg ik eigenlijk niet. Nee, ik krijg natuurlijk wel iets mee van het coronanieuws. Maar weet je, ik zie dat wel, maar ik ben daar niet zo heel erg veel mee bezig. Nee, en sneeuwt het nou? Want we hoorden in Zuid-Limburg was heel veel sneeuw gevallen, maar in Midden-Limburg ook? Nee, in Roermond, waar ik woon, niet. In Zuid-Limburg wel, daar ligt 10 of 12 centimeter op de Velzerberg, heb ik begrepen, maar hier niet. Oh, nee. Als er iemand is uit die buurt die kijkt uit Zuid-Limburg, laat die even bellen. Dan kunnen we misschien daar nog even FaceTime. Even mee. Ja. 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 Dat is wel leuk om dat te horen. En hoe ziet je huis eruit? Ik woon in een groot flatgebouw. Ik was een beetje bang, want voordat jullie mij belden, werd er nog geboord hier ergens in het gebouw. Ik denk dat ze nou maar niet gaan boren als jullie bellen, maar het is nu gelukkig rustig. Dus. Oh nee, maar het boren dat is niet zo erg. Het gaat meer om de verbinding. En we hebben een hele goede verbinding. Dat is mooi. Ja. 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 En jij vertelde ook dat je ooit in de vensterbank hebt gezeten. Hè? Ja. Dat is, dit jaar is dat precies 25 jaar geleden. En dat vond ik wel grappig, want ik had dus die foto gestuurd met dat mondkapje. Ik heb het ook niet makkelijk, ja. En daarop had jij gereageerd van, wil je daarmee in de uitzending komen? Ja. Ja.
En toen bleek dus dat je ook Raldi Kapoek gespeeld had, hè, in de film. Ja, dat heb ik, die heb ik toen geïmiteerd, dat klopt. Ja. Ja, en je hebt daar een opname van en dat laten we nu even zien. Dat zie jij er okay. niet, maar de mensen thuis wel. Ja, oké. Okay. Van Moussovski is dat toch het hoge lied? Ja, dat weet ik niet van wie dat is. Maar dit zit mij leuk programma. Het is allemaal zo'n teringzooi. De hele wereld is één grote, godgloeiende teringzooi. Ik heb toch ook werkelijk niet om mee vertrouwen vandaag de dag? Nee. Net een beetje Koen Verbraken. Doe me spelen. Nou, heel kort. Heel leuk. Was een leuke imitatie. Dus 25 jaar geleden. Van welke dag de uitzending is? Dat kunnen we opzoeken in Beeld en Geluid. Nee, dat heb ik al gevraagd. Weet de datum of niet? Nee, de precieze datum wist je niet, hè? Ik dacht maart of april 1996. Ja, nee, ik heb wel gezocht ook. Maar dit is leuk. En dit is ook genoeg. Je hebt het toch gezien nu? Ja, en we kunnen het hele fragment zien. Oh, ja. Nou, maar dit was een leuk fragment. En kun je even je kamer laten zien nog? Ja, dan moet ik heel even de computer van... Dat is wel leuk, vind ik. Ja, zeker, zeker. Ja, ik heb een verzameling deus. Auto's zie ik ook. Oh, wat leuk. Allemaal auto's. Een deus chevaux. Ja, deus chevaux, voilà. Ja. En... Als prof de Français moet ik die natuurlijk hebben. En dan ga ik jullie nog iets heel leuks laten zien. Want ik weet dat je zelf ook iets met treinen hebt. Ja. Ik heb namelijk een hele kamer vol met modelspoor. En dat ga ik jullie nou even laten zien. Dat is hier achter mij. Maar ik word al helemaal zenuwachtig. Want die is ook trein. Die heeft ook een modelspoor. Even kijken dat ik niet struikel hier. Zo, dan laat ik jullie dat even... Het is echt een complete installatie. Oh... Met huizen en met een berg. Oh, mooi. Ja. Goh. En heb je ook zelfgemaakte huizen daarbij? De meeste die hier staan, die zijn zelf gebouwd. Goh, ja. Wat leuk. Ja, dat zijn bouwdozen, die moet je in elkaar zetten. Ja. Goh, misschien moet je dat nog een keer filmen ook. En je hebt Märklin, zie ik, hè? Ik zie, ja, dat klopt. Ik herken meteen de rails... Ja, ja, dat klopt, die metalen rails. Zijn. Ja, en wat voor treinen heb je dan? Kijken. Ja, ik heb hier nog meer zien. De straten in. Ik heb hier ook nog een vitrine in de woonkamer hangen. Daar staan ook Nederlandse treinen Mat 64. Ja. Klopt. Mat 64. Dat is de Mat 46 daarboven. Kijk eens, een kenner in de zaal. Ja. Ja. Woe. Oh. Ja. En ook een Thalys. Nee, die heb ik niet. En Trans-Europe Express. Nee, die heb ik ook niet. Die zijn te lang voor op de modelspoorbaan. Oh, er komt een vogel op je... Het is een parkiet. Dat is een dwergpapegaai. Ja. Oh, een dwergpapegaai. Wat een leuke. Die zit altijd bij me. Die is ook altijd los als ik thuis ben. Hij is handtam. En zegt hij ook wat af en toe? Nee, hij kan niet praten. Nee. Oh. Die kleine kunnen niet praten. Oh, die kunnen helemaal niet praten, die kleine. Nee. Maar wat een zoete papegaai. En hoe slaapt hij eigenlijk 's nachts? Nou, 's nachts dan slaapt hij in zijn kooi. En zoals nu is hij toevallig even wakker. Maar hij heeft net achter mijn hoofd, in mijn nek, heeft hij echt helemaal plat gelegen. En op een gegeven ogenblik valt hij daar in slaap. Hmm. Oh, en doe je een doek over hem heen 's nachts? Nee, 's nachts is gewoon het licht uit in huis. En dan gaat hij vanzelf slapen op zijn stokje. Ah, oh, wat een... En hoe oud is hij nu? Deze is eigenlijk al hoog bejaard. Hij is 17 jaar oud. Zo. Oh. En hoe heet hij? En hij doet geen pijn nu. Hij zit niet in de nek te bijten. Ja, die pootjes die kriebelen wel een heel klein beetje. En deze vogeltjes worden normaal gesproken gemiddeld 15 jaar oud. Dus deze is 17. Dus ja, hij is er al overheen. Oh, en hij is aan jou gehecht ook? Ja, hij kent mij. Het is heel typisch. Ik woon dus in een flatgebouw op de 5e etage. En voordat ik thuis kom, dan loop ik hier over de galerij. En ik heb blijkbaar een zware voetstap. En ik hoor, terwijl ik nog buiten ben, hoor ik hem binnen al schreeuwen. Dat hoort hij. Oh, en hoe schreeuwt hij dan? Ik weet niet of je nu iets wil doen... Wat zeggen?
Meus. Nee, hij wil niet. Omdat hij dan ziet dat we allemaal kijken. Dan wordt hij verlegen, misschien. Hij heeft ook een eigen willetje, hoor. Ja. Hoe heet die? Hoe heet de vogel? Emile heet hij. Wow. Emile. Oh, en daar reageert hij ook op. Hij heeft wel een Franse naam gekregen. Hij reageert ook als je zegt Emile. Ja, meestal zeg ik muis of iets anders, een andere koosnaam, en dan meldt hij zich wel. Ja. Maar waarom nu je dan muis als het een mini-papegaai is? Ja, dat is dus op een gegeven moment is dat een keer ontstaan. Ja. Ja. Nou, en je hebt er eentje. Ja, eentje, ja. Oh ja. Nou, maar daar ben je dus wel heel erg aan gehecht. Want je hoort dan bij mensen die van honden houden en van poezen houden, als de hond dan doodgaat, dat ze echt wel jaren daarvan overspannen zijn. Maar dat heb jij misschien met Emile ook dan, als die dood zal. Ja, nou, het zal een verdrietige dag worden als hij er een keer niet meer is. Maar dan troost ik me met de gedachte dat ik hem toch, ja, nu in dit geval ruim 17 jaar heb. En hij heeft een koninklijk leven gehad dan. En ik heb me ook al voorgenomen, als die dag een keer komt, dan komt er ook weer snel genoeg een nieuwe. Want ik heb zo'n vogeltje gewoon nodig in mijn leven. Oh ja, maar waar bestaat het koninklijk leven uit dan? Dat koninklijk leven bestaat uit eigenlijk, als ik overdag aan het werk ben, zit hij binnen in zijn kooi. Maar 's ochtends als ik opsta, is het eerste wat ik doe hem loslaten. En dat doe ik ook wanneer ik dan weer thuis kom, 's middags, pak een beet tussen 3 en 4 uur 's middags. Totdat ik ga slapen, dan is hij los heel de tijd. En dan heeft hij genoeg vertier in huis? Ja, ja. Want wat doet hij dan? Vliegt hij dan van hot naar her? Nou, het enige verdrietige is, hij voelt zich verder prima, maar hij is helaas sinds 1 jaar of 2 is hij helemaal blind. Ja, dat is hoe dat zo gekomen is, weet ik niet. Dat was eerst 1 oogje 2 jaar geleden en vorig jaar helaas het andere oogje. Ik denk van de ouderdom. Dus hij ligt meestal, als ik hem loslaat, ligt hij meestal bij mij in de nek, ligt hij dan lekker rustig te slapen. Oh, maar hoe merkte je dat dan, dat hij blind aan het worden was? Nou, hij heeft dus 15 jaar naar hartelust hier door het huis gevlogen. En ik merkte op een gegeven ogenblik, toen hij een keer aan het vliegen was, dat het hem niet meer goed lukte om bijvoorbeeld boven op de kast te landen. Dat ging dan met een beetje horten en stoten. Dus en op een gegeven ogenblik zag ik dan van, nou, hij heeft een witte vlek in zijn oog. Ja, dat is dan een teken dat hij blind is, helaas. Oh ja, maar hij weet daar wel mee te leven dan? Ja. Als ik het je niet zou vertellen, dan zou je het zo niet zien. Nee, maar hij vliegt niet overal tegenop eigenlijk. Nee, want ja, goed, aangezien hij dus nu helemaal niets meer ziet, vliegt hij eigenlijk helemaal niet meer. Omdat hij niet weet waar hij naartoe moet. Oh, god, wat ja, maar ook wat interessant dat vogels dan ook dan denken van, nou, dat vliegen ziet er voorlopig niet meer in. Nee. Dat hij, ja. Maar hij weet in zijn kooi, hij weet waar zijn etens- en drinkbakje zijn. Daar heeft hij een bepaalde route voor. Dat is ook elke keer dezelfde vaste route. Het was vorige week nog heel typisch. Ik was de vogelkooi aan het schoonmaken. Dan haal ik die bakjes ook even eruit. En het vogeltje ging even de kooi in. En je merkte dat het dier was zijn bakjes aan het zoeken. Maar hij kon ze niet vinden omdat ze er nog niet in hingen. Dus dat is zo typisch. Ja. Ja. Maar hij heeft dan de gewoonte, dus hij weet wel, nou, wat blinde mensen natuurlijk, wat mensen ook hebben, dat ze wel de weg weten en op de tast misschien ook. Wel. Ja, want hij heeft dus een bepaalde vaste route ook, als hij uit zijn kooi komt, heeft hij een bepaalde route. Hij weet waar de opening van het deurtje is om naar buiten te komen, dus dat weet hij feilloos te vinden. Ja. Mag hij ook wel eens een rondje met de trein? Nee, daar waagt hij zich niet aan. Nee, ik neem hem wel mee die kamer op die ik jullie net heb laten zien, maar dat durft hij niet. Oh, dat zou wel leuk zijn in zo'n wagon, eigenlijk, ja, zo'n open wagon. Ik heb het ooit ook wel eens geprobeerd, maar dat wilde hij niet. Zie je wel, dat dacht ik al. Nou, een leuk beeld, zo volg je op een trein. Ja. Zo'n goederenwagon. Ja, zo'n goederenwagon. Nou, dan een... waar komt Dan vandaan? Is een afkorting van Daniel? Of, van Danny is dat, van Danny. Vroeger. Oh ja, zo noemden ze Dammy vaak ook wel. Danny in plaats van Dammy. Nou, misschien tot de volgende keer.
Ja. En misschien moeten we ook, ik heb het ook niet makkelijk, mondmaskertjes voor vogels maken eigenlijk. Ja, wie weet. Voor blinde kleine vogeltjes. Kleine snavelmaskertjes. Ja. Ja. Voilà. Oh, mooi einde zo. Ja. Tot de volgende keer dan. Ja, was leuk om jullie gezien te hebben. Leuk. Tot ziens. Dag. Goedjes. Fijn weekend. Fijn weekend. Ja, hetzelfde. Dag. Yo. Dag. Nou, is wel ook weer heel interessant, vind ik. Ook zo iemand die zoveel liefde heeft voor zo'n vogel. En ook meteen al weet als die doodgaat dat er een nieuwe mini-papegaai komt. Ja, maar dat is de rol van huisdieren. Zeker als je alleen woont, heb je altijd iemand in huis waar je tegen kan praten, die naar je toe komt. Er is op een bepaalde manier, is op die manier reuring in het huis, zoals het heet. Ja, dat is ook zo. Maar hij zei wel muis tegen een papegaai. Ik weet niet of het een... Dat is het kooswoordje, denk ik. Ja, tuurlijk. Ik had nog iets. Ik vond het wel leuk om even in NSC stond, even iets heel anders over literatuur. Er stond dus de boeken top 10. Dus op nummer 1 Daad van Rijbroek, op 2 Barack Obama, op 3 Marike Lucas Reineveld. Mijn lieve Gusten, die gaan we nog een keertje bellen. Ja. Zou dit nieuwe jaar hadden afgesproken om een keer met haar te gaan bellen. Nou, enzovoorts. Maar wat ik vreemd vind, dat zegt de top 10, is gebaseerd op de verkoopcijfers van afgelopen week van boekhandel Atheneum, Java Bookshop, Den Boer in Baren, Van Kemenade in Breda, Spijkerman Eindhoven, in de winkel Godert Walter. Maar alle winkels zijn dicht. Dicht. Ja, hoe zit dat? Hoe kan dat? Hoe zit dat? Ja, ja. Kun je nou boeken top 10... Er staat Sonja Barend er niet bij. Nee, wat nummer 5 Rutger Bregman, 6 Maaike Meijer, die hebben een uitzending gehad. Ja. Lise Spits op nummer 7, Yuval Noah Harari, Sapiens, 8 Annie Ernaux, De Jaren in de, op 9 en Hendrik Groen, opgewekt naar de eindstrip op nummer 10. Misschien moet Hendrik Groen eens een keertje bellen, maar die is uit de anonimiteit getreden, dacht ik. De auteur van Hendrik Groen verschuilt. Ja. Is het wel leuk om Is die uit de anonimiteit? Ik dacht dat het bekend is wie het is. Oh. Ja, ik heb het ooit gelezen. Het is een vrij onbekende schrijver. Oh. En ik zie ook in dezelfde pagina NRC een groot artikel over het nieuwe boek van Raoul de Jong. Over zijn Jaguar Man. Mijn vader, zijn vader, een andere Surinaamse helden bij de bezige bij. En we hebben hem een keer geïnterviewd. Toen we voor OutTV uitzendingen maakten, een jaar of 6, 7 geleden. Toen had hij ook een heel mooi boek geschreven. En dat hebben we Raoul de Jong. Dus misschien moeten we hem ook een keertje. Ja, en dan kunnen we die oude opnames ook nog laten zien dan. Ook. We hebben verder nog een filmpje binnengekregen. Filmpjes van Andriette Piron. Eerst naar Durham, over sneeuw. We hebben ook van Ruben Verwaal een filmpje binnengekregen. Wat moet ik wel sneeuwbeelden hebben. En volgens mij heeft niemand gereageerd op onze oproep. In Zuid-Limburg. Hebben we geen kijkers in Zuid-Limburg? Ja, we hebben René Nicolaas. We hebben Nina Bokke, maar die hebben niet... Die kijken dan niet? Nee, of ze kijken op dit moment, of ze kijken later. Maar het is toch donker nu al. Dat is waar. Ja. Zal ik het filmpje instarten? Ja. Van Andrietta. Nee. Nou, het is 8 januari. Van Ruben. In Durham, England. En het heeft heerlijk gesneeuwd, maar het is niet koud genoeg, dus het gaat dadelijk ook weer allemaal lekker smelten. En het was al een heel glibber om op de heuvel te komen. Daar zien we het kasteel van Durham. Hier is het geschiedenisdepartement en Institute for Advanced Studies. Het is een hele bijzondere dag voor mij, want ik ben net 10 dagen in zelfisolatie geweest. En nu mag ik voor het eerst weer naar buiten. En daar hebben we de prachtige middeleeuwse kathedraal van Durham. En ik ben nu onderweg naar de bibliotheek om wat boekjes op te halen. Doei! Lekker beslagen bril. Hopelijk heb ik het ook niet makkelijk. Ja, mooi. Ook. En we kunnen naar hem bellen ook. Heb je hem voor... SMS net dat hij beschikbaar was. Oh ja. Hij staat nog in het systeem, denk ik. Dat denk ik wel. En als jullie zelf mondkapjes willen bestellen, je kunt die vinden op de winkel op www.bettyasfalt.nl. Ja.
winkel www.bettyafschaf.nl. Ja, daar hebben we Ruben. Hallo. Hallo. Ik zal deze... Oh, je moet hem nog even draaien. Ja, en dan ben ik ook al gedraaid. En hoe is het nu? Want waar bevinden we ons nu in Durham? Ja, we zijn nu in Engeland, in Durham. Ja, en met sneeuw dus? Ja, het was de afgelopen dagen al aan het sneeuwen, maar dat was heel veel natte sneeuw. Dus dan kwam het wel leuk beneden, maar was het al gelijk aan het smelten. En vandaag is de eerste dag dat het ook echt, nou ja, langer bleef dan een paar uurtjes. Maar ja, alsnog is het wel heel glibberig en glad. Maar misschien moeten we dan straks nog even naar buiten gaan. Maar hoe is de situatie nu? Want het is in Engeland toch ook een noodtoestand is uitgeroepen, hè? Ja, klopt. Afgelopen week begon de derde lockdown in Engeland. En ik was eind december weer naar Engeland gereisd. En in Nederland was een lockdown, in Engeland nog niet. Dus ik dacht, nou, dat is mooi. Dan ga ik naar het vrije land. En ik was nog niet hier. En een week later was hier ook opnieuw de lockdown. Ja. Dus ja. En erger nog dan in Nederland nu. Ja, het is echt heel erg. Als je af en toe het nieuws kijkt, dan word je gelijk depressief. Want het is heel erg gesteld in de gezondheidszorg hier. Dus de intensive care loopt over. Ja, je ziet ook files, ambulancefiles eigenlijk voor het ziekenhuis staan. Ja, klopt. Ja, er stond in de krant een verhaal van dat er gewoon 3, 4 of soms nog wel veel meer ambulances in de rij staan. En dan is het afwachten wie als eerste naar binnen mag. Ja, ja, klopt. En hoe is het met jou? Hoe leef je dan nu? Nou, bij mij gaat het op zich goed. Ik ben nog gezond. En ik heb ook werk hier. En ik wou heel graag terug naar Engeland. Na heel veel maanden in Nederland zitten. En dat is gelukt. Met de boot ben ik gegaan. En dat was eigenlijk heel ontspannen. Ja. Dus dat was, want het was heel rustig. En er was heel veel ruimte. En eenmaal in Engeland boodschappen gedaan. En toen ben ik, moet je verplicht 10 dagen in quarantaine. Dus ik ben 10 dagen, heb ik binnen gezeten. Maar je hebt eerst boodschappen gedaan. Ja, precies. Ik kwam 's ochtends aan met de boot en toen de koffer en de tas thuis gebracht. En daarna met dezelfde tas naar de supermarkt gegaan. Dat mocht ik gesnapt worden, dan is het van, nee hoor, ik ben nog gewoon onderweg naar huis van de boot. Oh ja, want dat had dan wel gemogen eigenlijk. Ja, precies. Want ze kunnen je dus controleren dat je ergens in die 10 dagen kunnen ze aanbellen en van, hé, bent u wel thuis? En dan op straf van £1000 als je dus niet thuis bent. Ja, dat is veel. Ja, dat is echt heel veel. Dus dat risico wil je echt niet lopen. Nee. Maar op de eerste dag dacht ik van, ze gaan toch nog niet controleren. Want wanneer moeten ze dan aanbellen als je nog aan het reizen bent? Ja, dus, nee, dat is wel slim. En je vriend zit in Nederland dan? Nee, die is meegekomen. Oh, gelukkig. Ja, die is meegegaan. En dus we zitten ook samen, dus dat is heel gezellig. 10 dagen op elkaars lip. En genoeg eten voor 10 dagen. Ja, genoeg. Want, want halverwege... want je kan wel een test-to-release scheme doen. Dus als je dan na 5 dagen mag je je laten testen. En als die negatief is, dan mag je naar buiten. Maar die test wordt opgestuurd. Oh, Je krijgt dan thuis een envelop en dan met een tube en een wattenstaafje en zo. En dan krijg je zo'n instructie hoe je dat moet doen. Ja. En dan, ik heb het niet gedaan, want het was £100. En ik vond het een beetje zonde, want je krijgt het pas op dag 5. En dan moet je het op de bus doen en dan komt het op dag 6 aan. En dan hebben ze 24 uur de tijd om het... in het lab te controleren. En dan ben je al op dag 7. En dan zou je nog voor 2 dagen eerder mag je dan naar buiten. Maar je mag dus wel naar buiten om het op de bus te doen dan?
precies. Dus dat, die dag hebben we gebruikt om weer opnieuw boodschappen te doen. Oh. We gingen eerst boodschappen doen en op het laatst... Ja, we kunnen de brievenbus niet vinden. En dan op het laatst hebben we de test op de bus gedaan. Oh, maar dat heb je wel gedaan. Ja, ja, en we zijn negatief. En mijn vriend is negatief, dus ik ben ook negatief. Dus we zijn helemaal happy. Ja, dus nu mag je wel naar buiten. Ja, nu mogen we naar buiten. Ja. Oh, ja, goh. Maar dat wil ik eigenlijk wel weten, want je hebt de Engelse variant dan van het coronavirus. Zeg maar de Engelse variant, maar dat is ook de Nederlandse variant en ook de Franse variant. Want het is gewoon maar net waar het eerst ontdekt wordt. Maar die is dan besmettelijker, 70% besmettelijker, zeggen ze, dan de andere. Maar die andere, de eerste COVID-19, die was al heel besmettelijk. Maar waar moet je nu nog extra op letten met die variant? Ja, dat is een goede vraag. Waar je nog extra op moet letten. Want het is, je merkt inderdaad dat de besmettingen hier blijven maar stijgen, ondanks de lockdown. Dus je moet gewoon echt nog voorzichtiger zijn met de gebruikelijke dingen. Mondkapje op, handen wassen, afstand houden. En dat, voor de rest zijn er niet veel nieuwe regels je moet niet nu 3 meter afstand houden in plaats van 1,5 meter. Nee, je hoeft niet. Nou, dat zou zomaar. Dat nieuw onderzoek zou dat kunnen aantonen, inderdaad. En we hebben wel dat de scholen weer dicht zijn. En ja. Alle examens gingen dus niet door. En ik mag wel op zich. De bibliotheek is nog open om boeken af te halen. Oh ja. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar wie weet, misschien komen er nog alsnog nieuwe regels. Maar misschien moet je de boeken nu meer ontsmetten dan normaal. Eigenlijk. Ja, en als je binnenkomt, dan heb je al gelijk een pompje om moet je handen schoonmaken. En dan op elke etage waar je komt, hup, weer je handen. Dus ze zijn, daar zijn ze wel goed in. En het boek wat je pakt, moet je ook meteen ontsmetten? Ik denk dat dat niet nodig is. Want dit zijn boeken die staan al jaren op die plank. Ja. Volgens mij is het virus, die kan nog wel op een plattegrond overleven 24 uur of 48 uur, maar daarna niet meer. Dus. Nee. Dus ik denk niet dat die boeken besmettelijk zijn. Het was trouwens vroeg, in het begin van de crisis, in maart, april, werd er veel meer met die pompjes gewerkt dan later, vind ik. Ik heb een beetje het idee dat die pompjes, het handen was, een beetje weggeëpt is. Ja, dat zou kunnen. Ja, maar in... hier in Engeland althans, in Durham, vind ik ze nog wel overal. Mm. Dus als je de supermarkt ingaat, zie je het nog. En als je het universiteitsgebouw ingaat. En hoor je nu ook al wat, want er is ontzettend veel gevaccineerd al in Engeland. Maar zie je daar resultaten van? Dat de mensen die gevaccineerd zijn, dat op de gebieden waar heel veel gevaccineerd is, dat het daar al wat rustiger aan het worden is? Daar hoor je niet nou, er over. Zijn echt wel goede cijfers inderdaad voor de mensen die gevaccineerd zijn. Dat die beter bestand zijn tegen de ziekte. Maar ook al hebben ze al ruim 1 miljoen mensen gevaccineerd, alsnog blijven de besmettingen stijgen. Ja. Ja. Dat echt pas als je... Ze zijn nog bij de 80-plussers nog bezig. Pas als je vanaf de, weet ik niet, 50-plussers, 40-plussers, dan ga je echt grote effecten zien, denk ik. En nu hebben ze ook een planning al wanneer dat gebeurt? Ja, ze willen half februari al klaar zijn met de risicogroepen. De 80-plussers, de risicogroepen en de ouderen. Oh ja, ja nou dat is dus dat wel. Gaat, ja, dat gaat goed, dat gaat echt heel hard. Dus ja. dat is wel mooi. Dus het is nou nog even afwachten en doorzetten. Maar ja, jij hebt het dan leuk met je vriend en je kan thuis werken. Dus jullie komen wel de periode door, die manier, toch? Ja hoor, ja, ik heb BBC iPlayer en we hebben Netflix en we hebben boeken. Dus we vermaken ons wel hoor. Ja, en Troost TV natuurlijk. En we hebben Troost TV, ja uiteraard. Nou, en mondkapje. Ja. Dus nog van harte gefeliciteerd hè, met de 100ste aflevering. Ja, dank je. Echt heel knap, heel goed gedaan. Ja. En ik vind het ook nog hartstikke leuk. Ik ben een trouw kijker. Nou, we gaan Het is nog terug te zien, de 100ste uitzending van afgelopen zondag.
Ja, alles is terug te zien. Voor dit, ja, alles is terug te zien. Want gaan jullie de hele 2021 ook weer door? Ja, we gaan zo lang mogelijk door, ja. En ook zoveel mogelijk. Tot corona weg is. Ja, en daarna ook weer door. Ja, of als er weer een nieuwe crisis begint. Ja, af en toe even op adem komen en dan weer door. Ook. Mooi, ja. Nou, de groeten aan je vriend. Geen man nog, hè? Je bent niet getrouwd. Ja hoor, we zijn getrouwd. Oh, ja. Nou, de groeten aan je man. In Engeland of in Nederland? In Groningen. In Groningen. Oh, wat leuk. Ja, in de Martini-kerk. Ja. Oh, nou, het is ook niet de eerste, de beste kerk. Nee. We zochten een goede locatie en uiteindelijk kwamen we erop uit. Nee, de Martini moet het gewoon zijn. Dat is gewoon de mooiste plek. Ja, goh. En hoe heet je man? David. David. Nou, doe de groet ook aan David dan. En, zal ik doen. En graag tot de volgende keer weer. Oh, yes. Kunnen we nog even kijken naar de sneeuw buiten? Ja, ik kan wel proberen. Het is natuurlijk al wel donker hier. Ja, dat wel. Ik ga wel even... Het filmpje laten zien al. Ik heb het filmpje inderdaad. Ja, het filmpje hebben we al gezien. Het is gemaakt. Maar ik zal... Misschien lukt het wel. Maar dit is live. Ja, dat is waar. Dat is toch weer wat anders. Dan ik hou het licht uit. Bovendien zie je ook toch weer de omgeving een beetje. Oh ja, nee, maar je ziet het wel hoor. Ja. Ja, mooi, je ziet het wel. En de kerk? De auto zie je onder de sneeuw. En de verbinding wordt nu wat minder. Oh. Maar je ziet het wel. Je ziet het wel. Nou, fijn. Ruben... Ja, nu zag je het helemaal veel. Hier, ja, zie je. Zijn we er toch even uit. En is het koud? Het is rond de nul of net onder nul. Oh ja, net als in Nederland. Dus het valt wel mee. Nou, tot de volgende keer dan. Yes, oké, fijne avond. Dag, fijne avond. Dag, dag. Nou, ook weer... Zo ineens in Durham. En op welke hoogte ligt het eigenlijk? Tegen het noordoosten van Engeland. Dus tegen de Schotse grens aan. Oh ja, we hebben ook natuurlijk... Is de kaart wel compleet? Ja, we hebben die bal eerder geplaatst, gespeeld in Durham. Ja, deze. Nou, ook weer geweest. Ook weer mooi. We moeten nog even een foto laten zien van Jaden. Die had een foto gestuurd toen we tijdens de laatste voorstelling. Ja. Van Dominic Warmte en Dominic met Wijsterweg. En toen vroegen mensen om een foto van zichzelf kijkend naar het programma vanuit de huiskamer te sturen. Kijkend naar de voorstelling. En heel veel mensen hebben toen ook foto's gestuurd. Eigenlijk te veel omdat ze allemaal konden laten zien. En nog een speciaal verzoek van Jaden, die is 11. Of wij ook even zijn foto laten zien. Ah, nou, dat doen we. Ah, oh, hij zit daar. Rechts. Ja, zit hij te kijken. Ik is een beetje onscherp. En dan zie je mij, zie je mij in de rol van dokter Valentijn achter de desk staan. Ja. En rechts zie je Margreet Dolman. En daar boven het scherm. En Jaden wijst met zijn vingers naar het beeld. En dat wil ik... Dan ook nog even zeggen, we zijn er dus uit via YouTube en we hebben 14.000, hoeveel abonnees? 9. Dus, gratis, 14.009, en YouTube. Abonnees op Betty Asfalt TV op YouTube. En 14.970. Nee, en... Wel. Ja, nee, ik wil zeggen... Ja, maar ik wil zeggen dat we in deze uitzending eigenlijk de 15.000 willen halen. Oh ja. Vandaag op vrijdag 8 januari willen we de 15.000 halen. En je hoeft alleen maar aan te klikken. Ja. Als je dat niet gedaan hebt, klik aan. En dan het voordeel van is, je krijgt een seintje als er weer een nieuwe uitzending... Ja, dan moet je op het belletje precies klikken. Ja, het belletje. Dan moet je wel laten waarschuwen en dan krijg je een pushbericht dat een nieuw programma op YouTube komt. Precies. Zij rechtstreeks, hè, zet er een nieuwe, iets nieuws voor upload is. Ja, en je hoort erbij. En wat je dus ook kan doen... En de aantal mensen die weten het wel.
Om ons te steunen, want we hebben geen inkomsten, we hebben geen reclame, dat willen we helemaal niet. We ook geen reclameonderbrekingen, ook niet van dit programma werd mede mogelijk gemaakt door dit. Dat hebben we ook helemaal niet, we willen vrij zijn. De kleren worden ook niet gesponsord. We willen wel gesteund worden en u kunt ons steunen door Petje Af. Dat is een hele goede organisatie, petje.af. En hebben we /Gremdaad. Maar dan hoef je niet van Gremdaad te houden. Maar dan steun je wel Betty Asphalt Troost TV. Steun je daarbij. En er worden wel regelmatig korte filmpjes van Gremdaad op de. Dus ik krijg er wel iets voor terug. Hoogstaande preek hoor. Ja, hoogstaande preken. Maar je steunt eigenlijk onze Betty Asphalt Troost TV. Door op Petje Af. Door daar lid van te worden. En we gaan ook weer nog een voorstelling geven, maar de datum is naar alle waarschijnlijkheid laatste vrijdag van januari. 29ste. Maar die zetten we nog op de site en dan kunt u ook daarvoor weer gaan reserveren. Want heel veel mensen die waren zo enthousiast over de wintervoorstelling, Margaret Dom en Warmte Dom in Gemmet wijst de weg, dat we besloten hebben om ook in de coronatijd door te gaan. En de voorlopige titel is Margaret Dolman brengt liefde en dominee Gremdaad geeft evenwicht. Mooi. Of omgekeerd, Margaret Dolman geeft liefde en dominee Gremdaad brengt evenwicht. Dat is eigenlijk mooier. In lockdown. In lockdown. Dus dat wordt waarschijnlijk de titel. Maar dat komt er nog wel op de website. En anders zetten we vast voorlopig even Dolman en Gremdaad erop en dan komt exact het titel komt later. Nee, je kunt beter meteen de goede titel doen. Eerder op de site, hoe beter het is. Nee, eerst de goede titel en dan komt het op site. En we hebben ook helemaal geen haast, want dat is ook het leuke van gestreamde voorstellingen. Dat je het op het laatste moment niet vergeten. Je aan kan sluiten. En wanneer komen we terug met dit programma? Nou, maar we gaan nog door. Ook zijn we niet klaar? Nee, we hebben nog een stuk. We hebben nog een fragment, heb ik beloofd, van dominee Gremdaad bij Sonja Barend. Precies. En dat was naar aanleiding. Dat was uit welk jaar? 88. Ja, we hebben 88, nog een filmpje van Andriette Giron liggen uit Idaho. Ik heb gevraagd of ze nog even wilde online willen komen. Ik heb nog geen reactie van haar gehad. Maar dan gaan we eerst kijken naar dominee Gremdaad bij Sonja. Het heette nog niet meer Sonja's Goed Nieuws Show. Het heette toen Sonja op zondag of Sonja op maandag. Naar aanleiding van een dominee die naar een prostituee gegaan was in Amerika. Zo'n Amerikaanse sensatie dominee. En die moest ontzettend huilen. En dominee Gremdaad werd gevraagd door Sonja Barend hoe het in Nederland was. Kort ingeleid. Gaan we nu naar kijken. Hebt u thuis van de week op de televisie ook die Amerikaanse dominee zien huilen? Ja. We laten het nog even zien. Voor wie het niet gezien heeft, maar ook voor wie het wel gezien heeft. Want je kan er geen genoeg van krijgen. Send it and steer my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Yeah. Nou, en zo kwam het dan nog goed. Het is Brother Swaggart. Het is de allerberoemdste televisiedominee in de Verenigde Staten. Hij had, heb ik achteraf gelezen, een prostituee bezocht. En ze hadden het niet eens gedaan. Daarom helden niet. Ja. Daarom helden hij, wat ze willen gedaan. Ja. Enfin, wat wij ons afvroegen is hoe denkt onze allerberoemdste televisiedominee hier in Nederland daarover, dames en heren, dominee Gremdaad. Hartelijk welkom. Hoe is de situatie hier nou in Nederland? Gebeuren dat soort dingen in Nederland ook? Mevrouw Barend, ja en nee.
Ja, dat soort situaties gebeuren. Waar gebeurt zoiets niet uiteindelijk? En nee, bij ons gebeurt alles opener. Wij hebben een rijkere historie. Nederland heeft een rijkere historie dan het land Amerika. En wij hebben een vlak land, dus alles gebeurt opener bij ons in het land. En we hebben een rijke historie. We hebben de nachtwacht onder andere. En Indië hebben we gehad. Dus bij ons komt dat aan de oppervlakte. Bij ons gebeurt het klip en klaar, zeg maar. Kent u die uitdrukking, klaar? Jawel. Of af, zoals sommige mensen zeggen. Ja, maar ik begrijp het toch niet zo goed. Want u bent dus getrouwd. En ik lees hier in een blad dat u niet alleen getrouwd bent, maar dat u ook met een jonge man naar bed bent geweest. Ik citeer even een stukje uit het blad. Dicht tegen elkander hebben we, want u hebt het ook nog zelf geschreven, begrijp ik. Inderdaad, ja. Dicht tegen elkander hebben we de nacht doorgebracht. En 's ochtends genoot ik, terwijl hij sliep, van zijn gezicht. Ik stond op en voelde me gewoon een ander mens. Wat kan liefde en tederheid toch mooi zijn als je er voor open staat, zegt u. Ja, en daar gaat het om. U citeert nu uit het blad Mens en Gevoelens, waar ik dat voor geschreven heb. Ja. En daar gaat het om. Je moet de liefde beleven om erover te kunnen praten. En wat heb je eraan als u tegen mij zegt van God, dominee Grem, dat het is fijn om met een heer naar bed te gaan. En ik vertel het tegen anderen. Het is fijn om met een heer naar bed te gaan. En ik beleef het niet zelf. Daar gaat het om. Om het zelf te beleven. Om zelf de rijkheid van de liefde in je op te nemen. En waar mogelijk te beleven. En dat dan weer te verkondigen. Dat is het waar het om draait. U bedoelt, je moet er geweest zijn om erover te kunnen oordelen? Over te kunnen oordelen. En weet u, en dat is persoonlijk, weet u wat mij nou zo treft? En waar ik een beetje verdrietig van word zelfs. Waar ik gewoon een beetje verdrietig van word. Dat deze dominee in Amerika spijt heeft over de liefde die hij gegeven heeft en die hij heeft ontvangen. Om spijt te hebben van de liefde, dat is het ergste wat je kan doen. Ik word gewoon een beetje verdrietig. Ik zou gewoon voor hem willen bidden. Ik zou gewoon willen zeggen, vergeef hem dat hij vergeving heeft gevraagd. Dat zou ik gewoon willen doen. Gewoon een beetje verdrietig. Maar tot slot, dominee, hebt u dan nooit spijt van al die vieze dingen die u... Ja, vies. Wat is vies? Wat ziet u als vies? Dat is zo betrekkelijk. Is de liefde vies? Is de warmte vies? Is de genegenheid vies? Ik vind van niet. Ik heb heel veel relaties mogen beleven. En intens tot en met. Ik vind dat de mens geschapen is om liefde te geven en te nemen en te ontvangen. En te bereiken of wat dan ook. En altijd heb ik daar genoeg aan beleefd en het uit kunnen dragen. Zoals nu ook. Nou ja, nu bijvoorbeeld heb ik zowel mijn vroegere vrouw Geurtie mee naartoe hier genomen, als de jonge man die ik tijdens de pauze van de opera Don Giovanni heb gezien. En dat zou ik willen zeggen. Dat zou ik willen zeggen. Frank Govers. Beleef de liefde. En ontvang en geef, maar schaam u nooit voor de gegeven liefde. Want dat is het ergste wat je kunt doen. Dank u wel, dominee. Ja, wat? Wie waren die meeste figuranten? Waren het figuranten? Ik weet niet of het figuranten waren. Nou, natuurlijk die Geurtie en de jonge man. Het is opera. Was het niet Truus? Het lijkt ook een beetje op... In ja, maar het werkste Maarse Truus, nee, dat was volgens mij niet. Maar deed me ook een beetje denken, Gremdaad, zoals Jochem Meijer Gremdaad nadoet. Oh, dat deed wat Gremdaad extremer. Ja, extremer. En met Tom. We zijn die voorstelling van Jochem Meijer gezien, waarin hij ook Gremdaad... zeg maar, parodieert. Ja. En dat zijn die manieren, want Gremdaad had vroeger wat extremer gedrag vertonen, die was veel expressiever.
Nou, dat is wel leuk nog, waar nu 100.000 mensen naar gekeken hebben, naar de ontmoeting tussen Armin Verburen, Jochem Meijer en Dominic Gremnaert. En waarin ze, waarin Jochem Meijer ook Gremnaert doet. Oh ja, doet. Eind, ja. Maar dat laten we de volgende keer wel die zien. Die zet ook het petje af, misschien. Ja, die staat ook petje af. Ja, volledig, helemaal. Op YouTube staat een heel klein stukje ervan. Ja. Als je de volledige versie wil zien, dan moet je die zien op petje af. En dan vetspekje of gewone? Vetspekje. Ja, en die, maar we laten dan wel nog de 100.000, ik geloof dat die, ja, net over de 100.000 zit die Gremnaert met de promo. En Andrietta. Piron heeft nog niet gereageerd, maar die komt er nog wel, denk ik, dat doen we. Maar dan kunnen we nog wel, laten we wel filmpjes zien. Er zijn wat losse filmpjes, dan moet ik die los instarten. Oh, ik weet de volgorde eigenlijk niet. Zullen we dat een andere keer doen? Ja, dan kan ik het achter elkaar zetten. Dus ja. Ik heb nu een paar losse, dan kan ik het netjes maken. En zijn we dan helemaal door de... Nee, ik kom ook veel reacties op Gremnaert. Dat eigenlijk een vies mannetje is. Wel. Oh ja. En later zeggen, wat is mis tegen vies? Zegt dezelfde vrouw. Ja, oh ja, precies. Het tongetje is een beetje de geilneef van Kees van Kooten. Ja, maar dit was voor... Dit was lang voor, 88 toch? Nou, de geilneef was ook wel uit die periode volgens mij. Nee, nee, niet. Ik denk dat iemand we dan... zegt ook, Paul, je lijkt als dominee een beetje op Thierry Baudet. Oh, nou. Misschien moeten we die ook eens in de uitzending halen, Thierry Baudet. En misschien moeten we inderdaad mensengevoelens toch weer af en toe laten verschijnen. Al is het maar één keer per jaar. Of ja, het laatste nummer heeft Mark helemaal gezet ja. En gelayout vorm gegeven. Dat is ook de enige afwijkende qua vorm. Dat is de enige mensgevoel die net iets groter is. Een halve centimeter ja. Groter. Allemaal naast elkaar zou zetten, dan heb je een prachtige rij. En dan eindigt die met poep, zo. Oh. Dus nou, dat is wel heel, valt op. Artistiek. Ja. Ik denk dat we dan gaan afronden. Nog even kijken of Andriette Piron gereageerd heeft. We plannen altijd anderhalf uur. Maar dat is het fijne van dit format, wat geen format is voor deze uitzending, dat we kunnen uitlopen waar we zin in hebben en dat we zelf bepalen hoe lang een gesprek duurt en hoe kort. Ja, met Sonja was het nu kort, maar straks gaan we met het een betere verbinding doen. Misschien ligt het ook aan, zou het ook aan de telefoon kunnen liggen, eigenlijk. Of aan de, want zij heeft, nou ja, goed, nou, daar komen we wel achter. Even contact moeten zoeken en dat nog een keer testen, heel goed. En misschien kunnen we ook denken dat ze alsnog met een Skype-verbinding gaat. Kan nou, toch misschien via haar laptop. Ja, precies. Maar dat komt goed. Want wanneer komen we eigenlijk terug? Want daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Ik wil verder wel beginnen. Hebben we het niet over gehad. Wanneer we weer de volgende uitzending hebben. Nou, ja, jij moet wel een datum. Dat moeten nu, dan zullen we gewoon zeggen maandag komen we terug. Nee. Ja. Ja, maandag, woensdag, vrijdag. Ja. Dus voorheen zet ik een poster buiten. Oh ja. Dan houdt voorlopig. Komen we volgende week op maandag. Dat is even denken. Dat is de 11e. Oh ja. Ja, de 11e. Oh, dat worden wel hele belangrijke dagen natuurlijk. Want dinsdag. We komen terug op 11 januari, op 13 januari en op vrijdag 15 januari. Oh, ik dacht 11, 12. 12 toch ook? Nee, 12 maandag, dinsdag. Maandag, woensdag en vrijdag. Oh. Dinsdag is de 12e dan. Waarom dinsdag dan? Nou, omdat dan bekend wordt of de lockdown nog langer duurt. Oh, nee, dat is de... Oh ja, daar komen ze weer een ja, week. Ja, omdat die persconferentie is pas avonds. Oh, we doen er drie per week doen we er dan. Hè? Maandag, woensdag en vrijdag. Ja, normaal heb je een redactievergadering, maar wij doen het gewoon. Kijk of nou de kijkdicht ingezakt is. Nee, niet. Tot maandag dan. Maandag weer om 4 uur. Betty Asfalt, Troost TV. En hoe we even nog snel kijken YouTube. Ja. Of mensen zich geabonneerd hebben. Of ze trouw zijn. Hier of ze... extra. Maar de mensen die kijken, die zijn al geabonneerd. Ja, dat is waar. Dus de mensen die later terugzien dit, abonneren massaal. Ja. Zeg tegen je vrienden en kennissen. Ja, en dan maandag dan maken we de uitslag bekend of we 15.000 hebben gehaald. En hoeveel mensen op petje af zijn afgestevend. En misschien, dat zien we dan maandag. Gaan we misschien ook weer eens met Zweden bellen dan? Ik start. Ja, dat is ook weer leuk. De moeder reageert veel. Tot maandag. Doei. Dag.